Welkom allemaal bij de tweede moderator stream. Vandaag gaan alle bitjes naar de motjes en ik heb 100 bitjes gekregen. Maar je krijgt er dus weer 10 terug daarvan. Maar namens de andere 9 moderators, dankjewel. Graag gedaan, schatjes. Graag gedaan. Björn vierde zijn subje in het startscherm. Die gaan we even opnieuw afspelen. En Arno Streams, dankjewel ook nog voor het volgen. Hoe? Jeetje. Kimpelhard. Oh, ik bark. Waar? Die vindt ze nooit meer terug. Daar, die moet ik ook nog even afspelen. Oké, ik kreeg er 0 al 20 terug. I love you. Uitroepteken feestvlag, want... Vandaag is het een feeststream, dus we hebben de feestvlaggetjes erbij gepakt. Dus het is rood, geel, groen of blauw. Zowel Björn als Epica mag het zeggen. Ook bitjes voor de moderators van hey. 11 maanden voor Björn en 13 maanden voor Epica. Goed bezig. Ja. Even kijken, wie zijn er allemaal? Ik heb zoveel mensen al binnen zien komen. Sharon, die was er al voordat we begonnen. Die hebben we eerst een gesprek mee gevoerd. Kimpelhard, dankjewel. Lars is binnen, Bianca, Willy Lazy Lady, Madelon, Henk, Crystal Kitty. Simpel, Björn, Blondie. Mis ik iemand? Henk is er natuurlijk. Martine, dank jullie wel allemaal. Welkom. Ja, zijn er al feestkleurtjes gekozen? Björn wil rood. En Epica groen. Epica groen, oké. Jij mag ook schrijven, als je wil. Nee, jij schrijft. 1 jaar! Jij schrijft. Nee. Hey, Sharon! Dankjewel, Sharon. 1 jaar. Yo. Björn? Oh, ik schrijf het verkeerd. Dagmar schaamt zich een beetje, denk ik. Nee, nog net niet. Het gaat nog. Schrijf er even op. Under Dragon. Het kan nog erger. Warrior. Zo. Verkeerd om, maar het komt op hetzelfde neer. Wie had nou 11 en wie had nou 13? Oké, Björn had 11. Oké, dit is die van Björn. Alsjeblieft. Oh, ik moet nog een vraag open. Oké, ik ben even weg tot zometeen. Hoi Jesse, welkom. Oh ja, je pakt hem er gewoon meteen bij. Zo. Nog een lange naam, Epica. Wat deed jij? Niks. Ik zie in de chat, Kim heeft niks door. En ik zie ook Dagmar schaam je. Ik ben flink. Oh, mensen, niet altijd zeggen. Ik kan gewoon de stream terugkijken, hè, straks. Ja, klopt. Doe maar. Geen probleem meer. Een dagje. Oh, ja, daar. Epica, daar is je vlaggetje. Een dagje extra in de schuur slapen kan ik wel. Sharon, welke kleur? Oh, blauw. Blauw. Sharon. Sharon. En die mag er ook in. Mr. Laurens, welkom. Zo, en dan ga ik de rest van de stream zo zitten. Hey. Ja. We gaan wel zometeen 2 subjes weggeven. Oeh. Want jullie denken al, het schaaltje is leeg. Er zitten er nu maar weer 3 in. Waar zijn de anderen gebleven? Ja, die zitten allemaal hierin. Want we gaan zometeen weer een subjes giveaway doen van de oude subjes. En ik ga zometeen ook een giveaway inzetten die je met je muntjes kan doen. Dus je kan uitroepteken saldo in de chat gooien om te kijken hoeveel muntjes je hebt gespaard. En hoeveel je dus kan inzetten. Hoi Lazy Games, welkom. Ga jij ook even kijken. Tuurlijk. Hoeveel heb je, Pukkie? 144. Hey! Oh, je zit nu wel achter de chat. Zo ben ik gewoon uit beeld. En de high train is gelukt. Hoppatee. Oeh, Sharon heeft er meer dan mee. Oh. Ik win toch. Oh, Bianca, ik hoor muntjes en type muntjes. Ja, nee, het is muntjes en je krijgt niks, Bianca. Nee. Het is je saldo uiteraard. Oké, we gaan even naar de giveaway toe. Een gratis abonneetje voor niveau 1 voor een maandje. Die start. Als je wil meedoen, dan typ je uitroepteken inzet, spatie, een getal van minstens 1, maximaal 100. Behalve als je minder hebt dan 100, dan zet je in wat je hebt. Je hoeft niet alles in te zetten. Kijk, meer Pukkie, zet er maar eentje in. Tuurlijk. Koop wel zelf mijn abonnementje. Ondertussen gaan we ook eentje grabbelen. Dagmar wilde heel graag grabbelen.
Ja. We hebben een winnaar. Oh! Iemand, dat is een leuke! Iemand is aanwezig! De winnaar is aanwezig! Het is mezelf! Nee, grapje. Ja, hij is wel geel, maar ja. Kom maar proberen. Het eerste subje wat vandaag gewonnen is, is... Martine! Jij hebt het eerste subje gewonnen. En je bent op dit moment niet geabonneerd, dus dat is top. Ik heb de goede eruit gekozen. Kan ik je meteen de prijs geven? Dan zal ik al het potje nemen, hè. That's right. Zo. Martine, dankjewel. Die Pucky Games goed gegrabbeld. Ja, ik weet het. Ja. Gaan we geel vervangen voor geel? Ja, geel. Wordt het nu geel met stippeltjes? Oeh, ook leuk. Kijk, dan hebben we van elk kleurtje eentje al. Echt? Oh ja. Oude meisje. Kan je ook weer leuk de emotes gebruiken. En jij... Oeh, 9 maanden. Twitch baby. Hoe heet onze Twitch baby? Baby. En Epica heeft het al ontdekt. Jongens, Dagmar gaat me verlaten. Oh, ze verstopt net. Is het veilig? Dankjewel voor het volgen, Waylon. Zo. Hier is jouw vlaggetje. Heb ik ook nooit geen geluk, hè? Bianca zegt, Dagmar, je zoekt het maar uit met je verkleedpartijtje. Epica, voor wie is die? Oh nee, Jill is aanwezig. Heeft hij dat al ergens gezegd? Moet ook bij Dagmar. Wil je zelf op het knopje drukken of zal ik gewoon drukken? Ja, nee, doe maar. Ik dacht plots veel geluk zal hebben. Hoi Jill, welkom! Sterretjes bedoel zilver. Blondie, voor wie is die? En Lianne, die is momenteel niet aanwezig, sorry. Blondie, voor wie heb je hem gekocht? Voor mij. Okay. Oh, dankjewel. Worden we allebei versierd. Wat krijg ik? De aardbeienbril. Nee. Maar ik zie niks meer. Oh, Sharon. Wacht even. Ik zie niks meer. Ja. Ja, dankjewel. Beter. Dan zie ik op zijn minst wat ik uithaal. Sharon, voor wie is die? Oh, en Bianca komt er ook achteraan. Iedereen ziet het woordje sale staan en denkt meteen kopen. Ja, draai maar rond, het is toch voor mij. Het staat ook, sorry Dagmar. Oh! Hey! Maar telt het dan ook voor mij of telt het alleen voor mij? Nee, jij blijft. Oh, en Bianca draait voor mij. Nog een keer alles weg. Alles aan. Kattenoortjes. En die roze. Die. Oh, daar zitten ze. Ja, ik was alweer zwart aan het zoeken, want ik heb zwart. Oh, dat is wel jammer, hé. Helaas, geen molenbril. Volgende keer beter. Zo, tickets geïnt. Nou, jullie zijn denk ik ook wel nieuwsgierig wie de giveaway heeft gewonnen. Van de muntjes. Maar daar moeten jullie nog even op wachten. Carlijn, voor wie koop je hem? Oh, en Annette, voor wie koop jij hem? Ja, die kleuren gaan echt niet samen. Zo'n rode bril die er waarschijnlijk heel erg oranje op beeld uitziet. En dan een roze. Oké, Bianca koopt hem voor mij. En voor wie heeft Carlijn de beloning gekocht? Annette. Of Annette koopt hem voor mij. Ja, Bianca koopt hem trouwens ook voor mij. Annette koopt hem voor mij. Carlijn zegt, maakt niet uit. Ik heb wel iets op mijn hoofd. Doen we die voor jou en dan van Annette voor mij. En Lizzie Games, voor wie koop jij hem? Oké, ik draai eerst die voor jou. Kralenketting. Oh, dat valt mee. Kon erger. Kijk, en dan draai ik nu voor Annette. Zo zit ze stil. Hé, hey, kattenoortjes mogen af. Oké, doei. En Ja, draai maar nog eens, want ja, Lizzie Games. Ja, voor wie koop Lizzie? Voor mij. Voor jou. De. Ik vind dit echt leuk. Het staat echt leuk. Zalig! Nou, nu gaan we wel echt kijken wie dus het tweede subje heeft gewonnen. Dat meen je niet. Ja, Kim heeft niet zoveel geluk. We hebben Mie Pucky Games, Lizzie Games, Sharontje, Simpel... Willy Daisy Lady, Bianca, Lars, Gouden Meisje en Animal Crossing. Jullie hebben samen 145 muntjes ingezet. En de winnaar is... Oh, volgens mij iemand die nog geen subje is geweest. Lars, yes. Gefeliciteerd. Ja. Laat je horen in de chat.
En iedereen hartjes in de chat. Kijk, caps lock. Ja! Caps lock. Pas op, ik ben Mot en ligt hier genoeg riep naast mij om even... Er staat daar een laptop klaar en er staat hier een telefoon, mocht het nodig zijn. Maar ik zie ook andere motjes in de chat. Het is de moderator stream, hè? Dus oppassen. Ja, maar het is niet de bedoeling dat ze werken, hè? Op moderator stream. Maar gefeliciteerd, Lars. Je mag alvast een kleurtje kiezen. Ik moet alleen even wachten tot je berichtje wat hoger in de chat staat, zodat je het subje kan geven. Dus mensen, drop even wat leuke emotes. Kan ik ook wel. Ik heb toch de leukste emote. Oh, heb jij de leukste? Ja, kijk maar. Nou, ik denk dat mijn molenbril... geel. Geel. En daarboven. Nu sta je lekker hoog. Nu kan ik erop klikken. Ik Lizzie Games vindt dat ook. That's right. Maar Lars krijgt een geel vlaggetje. Alsjeblieft. Hier is jouw vlaggetje. En ja, het is het eerste subje. Een eentje. Nee, niet daar. Oh? Oh ja, trek half de oase. Oeps! Nog niet alles is kapot hoor, schatjes. De moderators die trouwens willen meedoen met Gartic Phone. Jullie vinden de link al in Discord bij de modmededelingen. Jullie krijgen als eerste kans om nu even te joinen. En dan gaan we zo meteen de link ook in de chat gooien. Of in Discord. Ik doe het wel in Discord. Ja. Nu ben ik blut. Vind ik wel goed. Heb ik meer kans? Geef je nou een hint weg? Ja? We gaan dus zometeen Gartic Phone doen. Ik weet niet of er nog teamleden zijn die zeggen, hey, ik wil meedoen. Dus klik dan vooral bij modmededelingen op het linkje en dan kom je erbij. En dan gaan we zometeen ook het linkje in Café Puls gooien, dat andere mensen ook erbij kunnen komen. Ik heb het eergisteren voor het eerst gespeeld. Ik vind het echt een leuk spel. Eergisteren? Of was het gisteren? Oh, Sharon! Sharon zit erbij. Ja, ik weet het nu zelf niet meer. Ja, eergister. Ja, dat kan. Het was eergister. We zitten helemaal in de vakantievibe. Lekker chill, lekker relaxed. Ja. En Bianca zegt, ik kijk eerst even mee, want ik heb het nog niet eerder gespeeld. Nou, het is best simpel. Verschillende verhaallijnen die door elkaar lopen. Omdat je telkens uit elk verhaallijn doe je één dingetje. En je begint met het invoeren van een zin. Je mag zelf een zin bedenken. Dan krijg je de zin van een ander en dan moet je een tekeningetje van maken. En dan krijgt iemand anders, die krijgt jouw tekeningetje. En die moet daar weer een zin bij bedenken. En jij krijgt dan ook weer de tekening van iemand anders waar jij dus een zin bij moet bedenken. En zo gaat het telkens om en om en om door totdat je van iedereen iets hebt gehad. En dan gaan we daarna kijken wat voor vreemd verhaallijn eruit is gekomen. En of de tekeningen en de titels goed zijn overgekomen. Of dat er wat misinterpretatie is. En dat kan dus heel grappig uitpakken. Uiteraard natuurlijk wel, hou het tosvriendelijk. Oh, dat is, ja, dat maakt het alleen maar interessant, Lars, als je niet zo goed kan tekenen. Ik ga nu trouwens wel even verkleedpartijtje uitzetten, want het is niet praktisch met dit spelletje. Zo. Ik ga de link in Café Puls gooien. Dus als je wil meedoen, klik je gewoon in Café Puls op het linkje. Oké, Simpel is er ook bij. Hoppatee. Welkom Simpel in de Discord server. Bianca zegt, klinkt sowieso hilarisch. Ja, het is echt grappig. Bianca, gewoon meedoen. Dit kan jij. Niemand die wist hoe het werkte bij ons. We hebben het ook allemaal gewoon gespeeld. Ik heb het ook eergisteren voor het eerst gespeeld. En het wijst op zich, je moet of een zinnetje typen op basis van een tekening. Of je moet een tekening maken op basis van een zinnetje. Alleen de eerste ronde mag je dus een zinnetje voor het eerst zelf bedenken. En hoe je mee kan doen, join de Discord en klik op het linkje. Ik zie al dat Sharon is erbij, Lars is erbij en Simpel is erbij. Kijk. En Bianca ook. Kijk, Bianca! Martine gaat ook meedoen, gezellig. En Madelon wil dus nog meedoen, dus daar wachten we ook nog even op. Ja, en mocht je na mij een tekening krijgen, ik verpruts alle tekeningen dus. Ja, we gaan het een beetje om en om doen. We spelen samen als Mipucky Puls. Moet lukken toch, maar ja, dat lukt. Zelfs ik kan niet tekenen, Bianca, en ik doe mee. Kijk, Martine is erbij gekomen. Simpel zegt al, dit is echt mijn favoriete tekenspel. Voetbal Sims, welkom! Als je mee wil doen met, hoe heet dit, Gartic Phone, klik dan vooral op de link in de Discord. Noem het. Ja, ik moest even denken. Zalig. Lianne is erbij. Lizzie Games is erbij. Ik vind die deuntjes ook zo leuk. Echt dat ouderwetse... Zo'n, hoe heet het? Outlook Express e-mail deuntje. Voetbal Sims is er ook bij. Oh ja, Lianne heeft een lama als afbeelding. Ja, we hebben een kippetje. Simpel zegt het lastige vindt hij een zin bedenken. Oh, Martine dacht ik wil een ander plaatje. Voetbal Sims is erbij gekomen. Lars is een potlood. Simpel, de zin die je moet nemen is, ik hou van jou. Ja, wat gaan we... Oh, dat mogen we niet zeggen. Jullie mogen straks, als je meedoet, even natuurlijk niet de stream kijken.
Helemaal top. Niemand die het kan tekenen, maar dat is toch top? Nou, ik zou het op zich, ja... Nee. Het deel zou niet kunnen. Het eerste deel is nog wel te doen. Nee. We gaan straks wel eentje verzinnen. Ik heb ook een idee. Nee, ik ben niet zot. Nee, het heeft niet met zot te maken. Ja, zullen we gewoon gaan beginnen? Zo, hallo. Dan moet ik ook nog opstaan. Oké, we zijn met z'n veertienen. Dus wij doen het samen. Dan hebben we Sharon, Lars, Simpel, Bianca, Lizzie Games, Lianne, Voetbal Sims en Gouden Meisje. Wij gaan het spelen. En we drukken op start. Dus als je meedoet, mag je niet bij ons spieken. Niet spieken, hè? Oké, ik begin een verhaal. Ik dacht iets met een molenbril. Maar wie? Sharon. Ja, maar ik weet niet of ze weten hoe Sharon eruit ziet. Ja, neem dan maar mee, hè. Dit wordt onze zin. Het is wel leuk inderdaad om een van de mondreders te pakken. Ja, mee moet je niet nemen, want ze zien mij gewoon zitten. Ja. Bijna niks. Dagmar en Kim die vannacht samen gaan slapen en het gaat fout. Oké. Okay. Teken een bed waar ik uitval. Maar waarom gaat dat weer altijd fout? Zo. Kijk, Kim kan tekenen, ik kan dat niet. Kussen. Nog een kussen. We hebben een dekentje. Of weet die ruzie maken kan ook, hè? Daar lig ik. Daar lig jij. Zalig. Ik ben nu wel benieuwd wie dat die zin heeft gemaakt. Oké, en dan... Ik heb nog tijd, hè, dus... Ja, tijd zat. Zo. Oh, mijn muis doet heel raar, zie je het? Ja. Er zit beweging in. Oké, en dan die. En dan een heel dun lijntje. Kijk, dan weten ze dat... Dat jij dat bent? Dat hopen we toch? Ik ben dat. Dat ga jij onbekend. Ja, en nu ik? Ja. Alle bakken. Oeh, ja, maar ga ik een hele bak tekenen. Succes! Oh, dit is op zich trouwens best makkelijk. Ja, ik ging net zeggen, ja, balletjes. Oh. Hop. 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 Een paar groene erbij. Hop. 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 Een paar blauwe erbij. De tijd is wel bijna voorbij. Dat is een hele geplettebal. Ja, je bent er ook bovenop gevallen. Oh, inleveren. Maar kijk, nu leek het alsof de ballenbak toe is. Goed gedaan. Nou, ik ben benieuwd wat hier uit gaat komen. We maken er iets van, hoor, weet. Oké, nou, volgende. Nu mag jij iets weten. Oh god. Hey! Ja, niet moeilijk, hè? Zijn wij dit? Ja, dat denk ik wel. Kin! Kin! Ik ga gewoon overal molenbril zitten. Oh, gaan we echt allemaal verhalen krijgen met de molenbril? Nee, het zijn allemaal verhalen over ons. Oh my god. Nee, die ene is over Sharon. Maar waarschijnlijk gaan ze dan uiteindelijk toch op een of ons van ons uitkomen. Helemaal stiekem verstopt. Blinky 8, dankjewel voor het volgen, welkom. Je hebt nu Binky en Blinky. Ja. Oeh. Dagmar die naar de Mac gaat. Nou, succes. Ik ga niet naar de Mac. Wat ga jij doen? Ga jij het verpesten? Nee. Grapje, love you. Maar ik kan niet tekenen. Hoe moet ik dan? Je hebt nu nog... Ah! Ah! Ik kan niet tekenen.
Ja, dat ben ik, want ik heb lang haar. La la li, la la. Lang ongekant haar. Dat is als ik 's morgens uit mijn bed kom, mensen. Dat zie ik er ongeveer zo uit. Kim heeft me nu toch al gezien, zo. Ja, kom aan, een rood t-shirtje aandoen. Tekenen, dat kan ik niet. Maar... teken wel even snel een gele M dan. Want dan heb je daarna tijd voor je poppetje. Tijd zat. Oké, ik denk dat je naar de dokter moet. Niemand die het ziet. Zo. Het is toch maar één iemand die het nu ziet, dus. Hop. Ik heb schoenen aan. Goed idee van mij. Kom aan, het moeilijk maken. Nou lijkt het net alsof de lantaarnpaal heel erg moe is. Oh. Hey! Ja, ik ben te leuk. Zo, klaar. En de telefoon is nog niet eens gegaan. Goed idee, goed idee. Oh. Ik had nog niet eens aan die patatzakjes gedacht. Ja, McDonald's, wat deed je daar? Ja, patat. Nou, hij hoeft niet per se. Friet. Ik kan ook voor een McFlurry gaan. Kijk. Hé, hey, hoe dat deed ronde. Wat gaan we krijgen? Ja, weer iets van ik of jij. We hokken maar, hè? Ja. Zijn er nog twee aan tekenen? Ja. Tijd. Oh, nog één. Oei, oei, oei. Zal het lukken? Indienen! Kom aan! Tijd tikt! Tik, 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 tik. Ja, je kan natuurlijk de hele tijd doorklikken. Oké. Okay. Een gebroken flamingo? Ja, ik zie daar ook een gebroken flamingo in. Maar, en we hebben groen en we hebben water. Moet ik gebroken flamingo kijkt naar... het is geen zee, want het is gras. Kijkt naar het meer. Ja. Of staat bij de vijver. Kijkt naar het meer van op het gras. Van op het gras. Zo. Nu, hè? Kijk, dat is tenminste leuk. We moeten onszelf een keer niet tekenen. Ja. Oh, als we straks die weten, gaan we even iets tonen, hè? Oké. Okay. Je wilde een rood shirt, toch? Ja. Ja, mag wel iets dikker ook, hoor. Nu. Oh, wil je dikker? Ja, tuurlijk. Ja, als ze me dik noemen. Ja, als ze me dik noemen, kunnen ze me dik krijgen, hè? Die persoon die nu mijn tekening krijgt, moet toch ook denken van, wat is dat daar? Oh, ho, 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 dat was niet de bedoeling. Terug. Ik wil de handjes. Ja, ik wil niet in mijn blootje. Ik tel ze zelfs niet. Ziet, je hebt tenminste tekentalent, ik niet. Wat gaan we neers... Nou, laten we dan maar even weer een... Ja, allemaal eten, hè. Teken maar sushi ook, dan. Een pizza. Nou ja, dat heb je toevallig wel net op. Ja, daarom. McDonald's. Sst, ze weten dat niet. Je moet nog niet alles verklappen. En een... pizza. Zo. Wat kan ik nog meer tekenen? Sushi. Dat zie je niet. Grijs dan maar. Kijk, wacht, is slim. Ja, kijk hoe makkelijk sushi. Komkommer sushi, zo. Lekker. Noemen we er eetstokjes bij. Ja, dan ze toch weten dat het sushi is. Maar ik eet met de vork, hè. Mag niet, hè. Ik eet met de vork. Ja, en zorgen dat ze weten dat ik het ben. Oh ja. Misschien ook wel handig. Want aangezien ik zit, ik ben. Jee, hoe zijn ze? En nu begin ik mij vragen te stellen. Nu ik zo echt iets van... Van ons twee ben ik dikker. Ik ga vermageren. Oké,
Volgende. Wat voor zin gaan? Of wat voor, nee, nou moeten we een zin tekenen. Nu moeten we weer een zin geven. Zin. Ja. Dus we krijgen een tekening. Dat ben jij, ja. En dit ben ik. Maar wat is... Ga naar huis. Oké, okay, Kim en Dagmar, ga naar huis. Ja, ja, het kan niet anders. Ga. Ik vind het wel leuk dat ze je aardbeienbril erbij tekenen al. Wat is dit? Is dit de zon? Is dit de maan? De zon zou streepjes hebben. We gaan 's nachts naar huis. Ja. Ja, het is wel leuk. De aardbeienbril wordt al direct... Ja. Iemand heeft opgelet. Maar. Ik moet wel zeggen, mijn haar komt... Ik weet niet hoor. Jij mag weer tekenen. De kikkerbaas spreekt de babykikkers hard aan. Doe een kikker met een kroon. Hoe moet ik in godsnaam een kikker tekenen? Nou, doe gewoon een dik rondje, een klein rondje. En dan een lichtgroene buik. Zeg maar dat je dan nog een kleinere... Oh. Professioneel kikker tekenen hoor. Je hebt nu nog de rondjes, hè? Ja, dat had ik al door. Ja, kom, het is ook toch ook hoor. Ja. Ander kleurtje van kroon. Oh, gaan ze er misschien de kikkerkoning van maken, maar het komt op hetzelfde neer. Lukt toch? Wil ik die wel in een kleur hoor. Anders is het ook niet meer leuk. Oké. Okay. Ja, het is een kikker met een smiley. Hoi Sarah, welkom. Leuk hè? Ja, maar hij spreekt ze hard aan. En nou doet hij het met een glimlach. Ja, ik doe altijd alles met een glimlach. Maar babykikkers, moet ik nu nog babykikkers? Ja, maar het gekke, dat babykikkers zijn toch kikkervisjes? Ja, oké, ja. Maar ja, kan niet anders. Dankjewel voor het volgen, Sarah. Welkom. Zo. Dat zijn de babykikkertjes. Oh. Aapstaartje. Ja, dan vraag ik wel wat moeilijks natuurlijk. Zo, voilà. Alsjeblieft. Succes ermee. Dat zien ze nu toch wel als kikker, hè? Ik weet niet, misschien denken ze dat het een hoopje dopperten zijn. Kan natuurlijk ook. Maar ja, laat je verbeelding werken alsjeblieft. Oké, okay, we moeten er nog 4 inleveren. Nog 3. Ja, kan ik maar iets bij verzinnen, hè? Ja. Ja, maar dit maakt het natuurlijk wel leuk om te zien welke rare kant dit opgaat zometeen. Vraag me ook af wat de beginzin was van deze. Ja. De kikkerbaas. Wie bedenkt er hem zo? De kikkerbaas. Oké, dit is de trein. Ik heb lang haar. Nee, nog iets, ik heb zwart haar. Wat gaan we zeggen? Ja, blijkbaar gaan we met de trein weg, denk ik dan. Of is dat een mijnkarretje? 2 meiden met de NS-trein. Ja. Het is NMBS. Is dit... Nou, NS ik ben is... België, hoor. Ja, maar de NS-trein is geel. Oh, jij toch. Oké. Okay. Nu, hè? Oh, we zijn klaar. Ja, we zijn klaar. Oké. Okay. We moeten even kijken wanneer iedereen terugkomt. Kom er allemaal gezellig terug naar mij. En naar Kim. Ja, Lian is er weer. Sharon komt Opa. Terug. Lars is er weer. Die zegt de tekening had ik echt verpest. Ja, je bent niet alleen. Ik vraag me bij sommige dingen echt af. Wat was het beginzinnetje? En Jesse Twitch.nl, dankjewel voor het volgen. Oké, okay, ik zie iedereen zo langzamerhand binnenkomen. Bianca zegt ook hilarisch, maar zo moeilijk. Misschien kunnen we zo meteen toch nog een tweede potje erbij doen. Ja. Oké, we... Oeh! Uh-oh. Uh-oh. Hey, mijn allerliefste schatjes. Blij jullie samen live te treffen. Mie pukie love Kimp Ulhart Kitty 4 love. Mie pukie love Kimp Ulhart Kitty 4 love. Hoe zit je vast?
Blauw. Precies een jaar, Kitty. Jeetje. Wat ben je aan het doen? Ik ga het straks allemaal terugkijken. Ze heeft al meer dingen geflikt net. Nee! Oké, Kitty, hier is die. Kitty for Games. Gewoon 12 maanden. Alsjeblieft. Doe er, wees er lief voor. Je zit toch net niet eronder? Nou, Kitty, je komt op een mooi moment binnen. We hebben net Gartic Phone voor de eerste keer gespeeld hier op stream. Oh, en we gaan kijken wat er allemaal uit is gekomen. Kitty kan er tegen hoor, Annette. Dus we beginnen met onze zin. Wij hebben gezegd, Sharon draagt met trots een molenbril. Toen komt Lianne. Oh, kijk! Maar dat zal zeker Kim of Dagmar worden. En toen heeft Gouden Meisje ervan gemaakt, Dagmar maar draagt een molenbril. Nou, toen kwam die. Oh, met de kijk! Hoe is het dan? Kim gaat op bezoek naar België met haar molenbril. Ik kom op bezoek! Dagmar met een molenbril komt van België. Het wisselt een beetje tussen ons. Oh, het is nu gewoon alleen nog maar bril. Dagmar die thuis, haar bril thuis in België is vergeten. Ja, dat is wel waar. Nou, Sharon, het bleef heel kort jij. We hebben het op zich geprobeerd, Sharon. Maar blijkbaar draait alles om ons. Ja. Oké, we gaan naar de volgende. Nu, Sharon. Sharon kwam met de zin, Dagmar en Kim met de molenbril op. Ja, we hadden al vermoeden dat die ergens voorbij zou te komen. Wij kregen deze tekening inderdaad van Voetbal Sims. Dus dat hebben wij gedaan. Kim en Dagmar met de molenbril op. Oh, de zin klopt precies. Wie tekent even ons met kort haar? Twee mensen met de molenbril. Ja, ik versta het wel dat je er ons niet meer in zag. Geen zin om twee poppetjes te tekenen, gewoon twee kleutertjes eruit. Oké, het voordeel is wel, die kan al af dan. Ja. Samen bloemetjes plukken in de zon. Dat is, uiteindelijk is het het geworden. Oh, heerlijk. Die andere zin is een bloemetje. Ja, ja. Oké, we gaan naar de zin van Lars. Dora die een frietje eet van de McDonald's. Ik weet dan wel dat hij het uitgebreid. Oh, dat is Dora. Dat moet Dora zijn. Maar kijk. Er zit zelfs een rugzak bij. Oh, kijk. Dagmar die naar de Mac gaat. Ja, die kregen wij. En toen heeft Dagmar dit. Hoi, Miss Divi. Kimme! Het zo. Oh, kijk. Ik mag zittend eten. En toen kwam voetbal. Het wordt toch tussen ons geswitcht. Dagmar die naar de Mac gaat. Oh, je ziet er nou heel jong uit dat daar. Dat is wel niet goed, hoor. Dagmar die McDonald's eet. Wat is hem geworden? Van, wat was nou de eerste zin? Dora. Van Dora naar Dagmar. Annette, ik vind het heerlijk om hier naar te kijken. Lizzie, hoe het precies werkt is... Wij zijn allemaal begonnen met een zin. En die zin wordt naar een andere persoon gestuurd. En die persoon moet daar een tekening mee maken. Dan wordt die tekening naar een ander doorgestuurd. En dan moet je er een zin bij bedenken. Zo gaat het telkens om en om. Dus je ziet dat Lars heeft de zin bedacht. Dora die een frietje van de McDonald's eet. Die zin is naar Martine gestuurd. En die heeft deze tekening gemaakt. Deze tekening is naar Sharon gestuurd. En die heeft deze zin erbij bedacht. Deze zin is naar ons gestuurd. En toen heeft Dagmar dit getekend. En zo gaat het. En dan is het dus de kunst om... Zeg maar net als dat spelletje wat je op de basisschool al wel eens hebt gedaan. Dat je in een kring zit. En dat er dan zo'n berichtje gefluisterd moet worden. En er wordt doorgefluisterd en doorgefluisterd. Dat is dit zo'n beetje. Fluisterslang. Oh, heeft het zelfs een naam. Oh, wauw. Oké. Komt tot een ontdekking. Oh, Simpel is eruit. We gaan even kijken of hij het wel nog heeft meegedaan. Ja, Dagmar en Kim die vannacht samen gaan slapen en het gaat fout. Oh ja, die kregen wij. Jongen valt uit bed in een ballenbak. Er is hier nog maar één iemand die heeft een ballenbak. Je kan het weer inklikken hoor. Dagmar valt op de grond. Hé, hey, wil je het hey. Waar zijn jouw kleren heen? Ja. Bianca, maak dat niet uit. Doe je mijn kleren aan?
Kijk, nou zit je in een boot. Ik zit al in een boot. Toch ook leuk. Kim vaart over de zee naar Engeland. Het is al jee. Naar Engeland zelfs. Van de slaapkamer naar Engeland. Ik dacht wel dat de ballenbak duidelijk was. Ja, ik ben niet. Oké. De zin van Bianca. Is Kim en Dagmar gingen op reis. Huh? Oh, zelfs op vliegvakantie. Doe maar. Ik heb wel lang haar gekregen. Ja. Want kleur is nog niet genoeg. Dagmar en Kim gaan samen op vakantie. Ik denk dat dit die met die trein is die wij kregen. Oh nee, deze. Deze kreeg je mee. Oh, dat was vakantie. Kim, Dagmar en Kim laaien in een huis. Oh, toen heeft Lizzie niet getekend en toen hebben wij daarom die tekening teruggekregen. We hebben die tekening teruggekregen. Kim en Dagmar gaan 's nachts naar huis. En wat is de zin? Kim en Dagmar kijken naar het vuurwerk bij het huis van Kim. Hey! Daar zijn mijn tekenskills niet goed genoeg voor. Ja, maar dat paal. Maakt het spel alleen maar leuk. Ja, maar ik sta niet graag in mijn blootje in het spel. Oké, Lizzie heeft de zin vieze eenhoorn die huilt. En toen kwam dit. Oh, dit is de flamingo. Oh! Ferry de flamingo is gebroken. Jij toch? Ja, we hebben een gebroken flamingo. Kijkt naar het meer vanaf het gras. Hey! Nee! Hij is alleen niet gebroken. Een flamingo bij het water. Ja. En toen kwam daar de tekening. Een flamingo bij het water. Een flamingo bij de vijver. En dat was hem. Goed gedaan. Ja. Oké. De zin van Lianne. Lianne kwam een onweersbui dat van zonneschijn houdt. Ik zou ook denken... wat? Dagmar die Kim slaagt. Dagmar die naar Kim toe gaat. Oh. Oh, zelfs met de vlag erbij. Oh, oké. Okay. Dagmar die op bezoek gaat bij Kim. Oh, hier zit die trein. Daar. Deze, ja. Die kreeg je mee? Ja. Twee meiden met de NS. Dan weet ik dat zo, hè. Oké, volgende. De zin van voetbalsims was... Een lama speelt met kippen. Ik heb geen idee welke tekening of zin wij hebben gehad hierbij. Weet je zelfs gekregen? Dino is scheidsrechter in een voetbalwedstrijd van kippen. Dat zijn die kikkers. Oh, kikker krijgt baby kikkertjes. Dat zijn die kikkers. Oh, ik weet nog wat het uitreikt. Ja, de kikkerbaas spreekte de baby kikkers hard aan en toen kwamen wij hiermee. Mooie kikkers, hè. Koning kikker spreekt andere kikkers aan. Vind ik wel goed gedaan. Van, wat was het nou? Een lama naar een kikker. Ja. Ja. Oké, en dan de laatste. De zin van Martine is... Detective verstopt in de bosjes. En daar is van gemaakt... Vever, Dagmar! Denk je dat ik een groene vever heb? Je bent een vijver. Oh, dit is die dikke Dagmar geworden. Ja, Dagmar is te dik door te veel te eten. En daar hebben wij dit van gemaakt. Dagmar houdt van een ronde rode tafel vol lekker eten. Dagmar eet frietjes en snoep op een rode tafel. Oh, heerlijk. Ja, voor de mensen die nog eens zeggen dat ik dik ben, schatjes. Nee. Ik heb niks, hè, oké? Okay? We zetten hem op met hoeveel zijn. Kunnen wij eventjes iets doen? Wat wil jij doen? Het is iets heel leuks. Iets heel leuks? Ja, iets heel leuks. Durf ik dat aan? Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hyper de piep, hoera, gelukkig verjaardagsterren. Ah, is wel niks. Gefeliciteerd, Kitty.
jouw verjaardag was vorige maand. Die van mij was 10 maanden geleden. Waarom zing je? Ze is er nog niet. Nou, ja, zet dan clip je het maar. Ja. Oké, okay, we hebben nog 3 plekjes. Dus als je nog wilt joinen, klik in Discord in Café Puls. Daar staat het linkje. Dan kan je meedoen met Gartic Phone. Gaan we nog een potje doen. Doe ik het straks nog een keer, oké? Okay? Nog een liedje hoor. Zijn er nog mensen die zeggen, ik wil meedoen? En Oletoop 8, welkom als je mee wil doen met Gartic Phone. Dan vind je de link in Discord. Kijk, Misty die zegt ikke. Komt u er maar gezellig bij. Kom er maar bij. That's right. Brenda! 10e keer. Het is een feestvlag vandaag. Thanks, Sharon, voor de command. Handig, hè? Ja. Kijk, daarom doe ik dit. Ik heb topmots. Kijk, Misty is erbij gekomen. Ik heb toppertjes van mots. Dus vandaag zijn alle bitjes voor de motjes. Geel. We gaan een geel vlaggetje schrijven voor Brenda. Erleen is er ook bij gekomen. Ja. Leuk. Brenda, 24. En 10. Maanden, dubbele cijfers. Kijk, hier is jouw vlaggetje. Jij zit het nog helemaal netjes zo te verdelen en ik stop hem altijd gewoon erin. Waar nog plek is. Oké, dan niet, hè? So, but I love you. Ik dacht, wat hoor ik? Oké, ik zie dat we vol zitten. Pietje, precies. Wij doen natuurlijk weer mee. Lars doet mee. Simpel, Bianca, Lizzie, Lianne, Miss Divi, Carlijn, Gouden Meisje en Voetbal Sims. Oh, kijk. Voor alle topmootjes. Topmootjes. Kimpelhart. Namens alle botjes, dankjewel Kitty. 10 daarvan gaan naar jou. Yay. Nou zeg, wat een enthousiasme. Oh, wacht. Yay! Oké. Wat zingen we? Kunnen we nog iets zingen? Lang zal ze leven. Ja. Oké. Ja. 9, 8, 10, 1, 2, 3. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Himimim! Hoera! Gelukkige verjaardag, sterren! Gelukkige verjaardag! De dochter van Kitty, Jill. Jill denkt, ik ben ook. Zij ging uit het niet zingen en ik denk, het is jullie. Ik ben jarig in september. Wat is dit? En ik zing gewoon spontaan een liedje. Maar we gaan nog 1 potje Gartic Phone doen met 10 spelers. Ja, Lars, Simpel, Bianca, Lizzie, Lianne, Sabrina, Carlijn, Gouden Meisje en Voetbal Sims. Doei. In de lurk. Doei. Doei. Nee, in de lurk. Niet een lurk. In lurk. Doei, Lianne. Oh! Wat, hè? Bianca doneert. Ik zag een huilende baby in beeld. Ja! Is van W. Lila Zila die hier. Lieve Kim, bedankt voor alle streams. Love your ugly purple. Dankjewel, Annette. Vet lief. Oh. Topmotje. Sterren is aan het huilen. Oh. Sorry, Sterren. Sterren, het komt uit liefde. Ja, het is uit de liefde dat we doen. En Annette, dankjewel. Oké, we gaan beginnen. Start. Oké, oh kak, we hebben geen zin. Eén van de mots. Oké, Annette. Lily, Lazy, Lady is... een schatje met een kroontje. Oh, kroontje op. Dat is ook een van mijn verkleedpartijtje dingetjes. Zo. Bianca is even tussenpersoon. Hoi, de mollenbril is weg. PayPal werkt niet meer bij Annette, dus moest even Bianca inschakelen. Ja, dat weet ik ook al niet eens meer. We gaan het terugluisteren. Meertje vindt het een leuke zin. Oh. Jill met Kim en Dagmar op de trampoline. Hou Jill, je wordt er ook al bij betrokken. Ja, maar dit kan ik wel tekenen. Ja, maar Jill tekenen is niet moeilijk, hè? Teken de McDonald's. Zo. 1. 3. Jill houdt van blauw volgens mij. Nee, groen. Ja. Oh ja, groen. Oh ja, groen. Groen. Nou, het is blauw en groen. Ja, Jill. Jij rood. En ik uiteraard paars.
paars. Dan gaan hey, we Tony, hallo! Onze haar doen. Hoi, Tony! Ik heb bruin haar. Jij hebt... Zwart. Zwart haar. Luister mensen, zwart haar. Zwart. En Jill heeft blond haar. Ik weet eigenlijk dat Jill volgens mij blauwe ogen. Heb je al zo diep in mijn ogen gekeken dat je mijn kleur al weet? Ja, bruin. Oké. Okay. Op de trampoline. Heb ik wel grote, lange benen hoor. Ik heb geen zin om handjes nu te tekenen. Ja, dat zie ik. Zo, wind. Nou, wat vinden we hiervan? Ik vind het helemaal top. Wel jammer dat je mij zo laat vliegen in de lucht. Meestal zet ik me gewoon neer. Trampoline. Zo, grassprietje. Ja, ik heb meer te vinden dat je echt goed kan tekenen. Ik vind het nog wel best lastig zo met een muis. Ja, je doet het beter dan ik. Oké, okay, ik zeg klaar. Wow, met de tijd. Dankjewel, Myrthe. Oké. Okay. Oké, nu moeten we kijken wat we krijgen, hè. Tekenen met een muis is zo moeilijk. Ja, echt. Tony, mijn tekenskills wil je niet zien. Nou, jullie komen hierna. Ja, die komen hierna. Oké, okay, wat wordt de tekening? Wat krijgen we? Oh god, dit ben ik. Dat ben jij. Succes. Wat, ja? Dat moet een aardbeienbril zijn. Kim draagt een aardbeienbril en staat op een NL-vlag. Oké, okay. Helemaal goed. Zo. Anders gaan ze alleen dit stukje doen. Nou, hierna komt het. Dus iedereen is nu zin aan het invoeren. En wij krijgen zo meteen weer zin. En dan mag Dagmar gaan tekenen. Daar gaan we. Man schopt hond uit bed. Ik zou een nieuw bed kopen. Laat mijn teken het kunst een keer tonen. Oh, dat is wel ambetant. Oké, okay, dat is een kus. Kijk, ik doe het net zoals jij, maar een klein beetje niet goed. Een klein beetje niet goed. Ja, die vliegt dus, die moet omhoog staan. Oh god, het arme beest. Oké, okay, ik weet niet wat mensen hiervan gaan maken. Nou, denken ze eerder dat het een kat is, denk ik. Ja. Of een rat of zo. Woef. Je zit op de helft van de tijd, dus je hebt nog tijd voor een man. Arme hand. Ah, ik wil niet zwart, ik wil roze. Dan pak je roze. Ja, het wordt wel een grote man, maar maakt mij niks uit. Ja, ik ben echt lui hoor. Ik heb nog tijd, hè. Ja, ik heb nog een derde deel. Helemaal goed. Tijd zat. Pieuw! Lip toch? Oké. Okay. Niemand ziet haar aan. Als ze dat raden, ben ik wel trots op mezelf. Dat mag toch, hè? Nou, ik denk niet dat ze met het woord schoppen gaan komen. Schiet hond uit bed. Hier heb je ook een soort stipje bovenop. Dat is een hier. Ja, dat lijkt het net of dat een rotvliegende kogel is. Oh, wat is dit? Ben jij dit of is iemand... Ik weet het niet. Ja, dat ben ik al sinds niet als kort haar. Dat kan niet. Maar nee. Naar grijze.
Wat moeten we hiermee? Ja, ik hoop niet dat dat eten is, want anders eet ik het niet op. Grijze steentjes. En hooit het naar Kim haar stoel. Zo. Oh, past niet. Gooit het naar... naar stoel. De past niet. Zo. Punaises op een stoel leggen. Kuikentje piep. Oh, nee. Oké. Okay. Er kon één het rollen. Ja, dat kon ook, maar ja. Zo. Gelukkig hebben we toch iemand die kan tekenen. Knopje uit. Knopje aan. En dan doen we wel een blauwe play. Oh, een groene play, ook goed. Zo. Dan doen we wel een blauwe play. Oké, okay, groen. Kuikentje. Kijk, inderdaad respect voor Kim haar tekenkunst. Mm. Voilà. Maar ik geef het ook zelf toe dat ik niet kan tekenen, hè? Maar weet je wat het lastige is? Ik ben links. En nu moet ik schrijven met rechts. Kijk dat je... Piep! Oké, okay. En dan een muzieknootje. Nou... Ja, de dag dat ik zo kan tekenen. En dan eentje. Inkleuren, zo. Ja, die is wel niet perfect, hè. Nou zeg. Geen tijd om al die gaatjes te doen. Zo dan. Kuikentje piep op de radio is een kuikentje danst. Ja. Zoiets. De zinsbouw is ook niet altijd Ik ben dan wel heel benieuwd wat hier... Het komt, ja. Oké. Okay. Kom maar op met die tekening. Kom maar op. We kunnen dat. Weer ik. Kijk, daar weer, ben je nog weer met een aardbeienbril en een vlag. Daar ben je nog eens. Kim draagt een aardbeienbril en een NL t-shirt. Zo, okay. En hoe kan je een NL t-shirt van maken? Ja, nu zit hij zo daar. Maar het is wel eindelijk lang haar. Ik krijg eindelijk lang haar. Net, ja. Net was het zeg maar tot hier. Ik moet zeggen, zo lang is jouw haar ook weer niet hoor. Dat was wel voordat ik naar de kapper ging. Ja, toen had ik dat. De vlag is om te verduidelijken dat je het bijna ziet. Nou, nu ben jij aan de beurt met tekenen. Twee blauwe mensen. Oh, is niet moeilijk, hè? Ja, kom, we gaan wel een ander kleur blauw nemen. Ik zei een ander kleur blauw. Oké, okay, dan doe ik het gezicht wel blauw. Zo. Wat handig. Ik dacht even dat je er nog een tweede arm onder wilde tekenen. Je bleef daar even hangen. Ik dacht van, hoe gaan we dat doen? Ik vind het wel leuk, twee blauwe mensen. Oh, jij geeft ze nog een neus. Dat heb ik niet eens meer gedaan. Zelfs blauw haar? Ja! Als ik er mag voor gaan, ga ik ervoor. Hups, hups, hups. Zo. En dan doen we het heel simpel. Oh. Dat is een uitgelopen noot. Maar ja, zo teken ik nu eenmaal de noten. Want lekker ik heb wild. Ja, van al dat dansen, Annette. Dat wilde haar. Mocht ik dat nu nog een keer op papier moeten doen, die noten? Dat zou me lukken. Want dan moet ik het doen. Dan moet ik het kunnen. Ja, kom, we gaan hem nog een keer moeilijker maken, hè.
Je hebt nog tijd. Ja, ik weet het. En er een paar verschillende nootjes insteken, hè. Nee, ik heb geen lessen gevolgd. Ik weet dat gewoon allemaal uit mijn hoofd. Oeh, ja. Dat is wel handig, want je zit er dan helemaal in. Oké, ik krijg complimenten voor je muzieknootjes. Die trekken nog op niet, niks. Niet voor die blauwe mensen, maar voor de muzieknootjes. Ja, echt, mijn blauwe mensen zijn wel leuker, hoor. Wauw. Oké. En wat krijgen we? Wat is dat rechts? Een windmolen, denk ik. Oh, oké, ja. Ja, ik denk een windmolen, als ik een het zo zie. Een zeilboot met rood zeil vaart naar een eiland met wind. Met bruine... Ah, met... Windmolen. Naar bruine windmolen eiland. Ah! Ja, wat zo doen. Insturen! Nee, ik heb geen tijd meer. Nee. Jill schreeuwt naar Dagmar, oké. Okay. En je moet niet mij aankijken, ik heb die zin niet bedacht. Och, arme Jill wordt hier gewoon betrokken in heel het gebeuren. Tot en pal? Nee, dat was geen tot en pal. Ik zag daar iets anders in. Echt zo dat gezicht zo mooi. Ja, maar dan komt Jill, dat hier... En dan krijg ik zo'n rond gezicht. Ja, maar voor jou maakt het niet uit dat ik jou vanaf de zijkant doe. Voor Jill wel. Oh, jij toch. Ik vind het niet meer grappig. Blond haar, want dit is Jill. Meteen. Jij krijgt... Zwart haar. Zo. Oké. We doen een hashtag en een uitroepteken en een apenstaartje en een vraagteken. Oh, iemand kleiner. Zo. Zo. Hier even een groen shirt. Ja, ze doet moeite hoor, Jill, om jou te tekenen. Nee, dat is geen moeite. Voor mij doet ze geen moeite hoor. Ja, maar ik moet een wolkje maken. Nee. Dan niet. Ja, misschien moet je niet zo blij kijken trouwens, want er wordt naar je geschreeuwd. Ik ben altijd blij. Ook al roept Jill met mee, wat maakt het uit? Een traantje zo? Nee, ik wil nooit. Oké, geen traantje. Nee. Oh, inleveren. Zo. Dan ben je nou supergeld nu. Oh, Annette vindt het knap getekend zo vanaf de zijkant. Dankjewel. Oh, was dat alweer de laatste ronde? Oh ja. Oh. Oké. Oh, ik had eigenlijk nog wel tijd. Waarom gaat het telefoontje al zo snel? Oké, we gaan het zien. Nou mag iedereen weer terugkomen. Kijk, Simpel is weer terug. Welkom. Alle deelnemers weer uit de Unlurk. Meerte, ik vind die albums echt fantastisch om te zien. Kijk, Mieke Stevie is weer terug. En Lianne, Lizzie komt ook weer binnen. Welkom. Zo. Martien is er weer. Carlijn is er weer. Oké. Okay. Zullen we gaan kijken wat er... Bianca, ik weet al zeker dat ik het allerslechtste ben in tekenen. Oh. Dat kan niet, ik ben slechter. We hebben wat tekeningen waarvan we dachten, nou is zo oké. Okay. En we hebben wat tekeningen waarvan we dachten, wat gaat hier uitkomen? ik klikte zomaar de stream weg, dus ik dacht, waarom is het stil? Kijk ik even goed. Sjouw, rond toch. Die klikt ons gewoon weg. Nou ja zeg, strafpunten. Als motzeende. Dat is op de onderste trap van de motzeende. Ze is ook nog de nieuwste, hè? Ja, ik sta bovenaan al. Oké, we gaan beginnen. Onze zin was...
Iets maar net. Willy Lazy Lady is een schatje met een kroontje op. Lars kreeg die tekening. Ik weet niet. Het lijkt eerder een McDonald's medewerker bij een piano. Dat had ik ervan gemaakt. Een meisje met een rode gele hoed gaat in de achterbaan. Ik wil een McDonald's en op de ladder naar boven. Wel leuk, wel leuk. Kipkind op een lat. Nou, dat is wel goed overgekomen. Ik vraag me af of het elke keer als ik word getekend, is er die aardbeienbril erbij. Kind met de aardbeienbril gaat naar boven. Hey! Oh, een paar t-shirts. Wat hebben wij hierbij gedaan eigenlijk? Ik weet het nu al niet meer. Oh ja, dat wij hadden de startzin. Ja, oké. Okay. Dus het ging van Annette met een kroontje naar ik die op een trap loop. Ik kom volgens mij nergens meer in terug. Sorry Annette, we hebben het geprobeerd. Okay. Maar blijkbaar onze zinnen zijn te moeilijk. Oh, even kijken. Meerte vindt de tekening van Bianca mooi. Ja, is leuk. Ja, kijk Bianca, je kan toch al iets beter tekenen dan ik. Kijk, helemaal zelfs ook met een broek en dan nog een stukje huid en een schoenen. Ze tekent jou wel niet in je blootje. Nee, dat is wel. Oké, volgende. De zin van Lars was... Dag maar bevalt van een gele hoedjepot. Dit is die manschotthond. Je hebt dan maar wel hond van gemaakt. Afgekomen inderdaad. Dagmar valt van de stoel. Oh, dat is van de stoel vallen. Sorry, wij hebben er iets anders van gemaakt. Nou, die van Lianne komt ongeveer op hetzelfde neer als de vorige tekening. Dagmar, hoor je trap. Je hebt de toekomst voorspeld, simpel. Met jouw zin. Oh. Kijk, we komen toch weer uit op de stenen. Ja. Heerlijk. Wij gingen net helemaal stuk. En jij zegt vervolgens, dag maar die van de stoel valt. En Kim gaat stuk van het lachen. Maar ik ben nog niet van mijn stoel gevallen. Oké, Bianca. Ik heb het warm. Een molenbril die verdwaald is. Oh, ja. Ja. En toch een kruisje is klaar. Oei, dat is wel dit is een molenbril. Oké. Okay. Oh, is dit straks dat eiland? Twee blauwe... Dat is... Oh, handjes vasthouden. Van een molenbril. Twee blauwe mensen samen dansen. Ja, ik heb er dan maar een kunstwerk van gemaakt. Meisjes dansen op de muziek. Nee, het was blauw, hè? Dat was wel overduidelijk. Oh. Dat is nu wel jammer. Ik had nu weer blauw gedaan. Ja. Blauw is verdwenen. Ja. Maar ja, ja we komen wel van de molenbril die verdwaald is. Naar dansende mensen. Ja.
Oké. Okay. En het waren er eerst twee, nu zijn het er drie. Ja. Ja. Oké, okay, Lizzie. Kim die blij is in haar ei. Mijn Instagram post. Oké. Okay. Ah, dan moet een E voor staan. Oké, okay, ja. Dag maar in een vuilniszak. Dag, Bianca. Man. Oh my god. Bianca, hoezo? Jij kan niet tekenen. Ja, hier zie je al niet meer wie het is. Poppetje wordt achtervolgd. Jill schreeuwt naar dag, maar die hebben we ah, ja. Daarvan komt hij. Oké. Okay. Oh, dat was de laatste ook. Wij hadden hem als einde. Oké. Okay. Ja, je bent wel de pineut vandaag. Ja. Lianne. Maar nu weet ik één ding. Ik doe nooit meer mee. Een roze dolfijn die Twitch kijkt. Het staat zelfs op een plateautje, zodat het niet nat wordt. Dolfijn kijkt naar Kim's stream in de oceaan. Hé. Hey. Oh ja, er staat een pulshartje in. En een molenbril. Oh, ja, die dolfijn had er niet meer in zitten. Een molenbril wordt achterna gezeten in een bootje. Zalig. Een zeilboot gaat ja. naar de molens varen. Ja, oké. Okay. Nu weten we van waar dat die komt. Nee, dit is niet het kuikentje die danst. Nee, nee, nee. En ik nog helemaal gedetailleerd. Ik ben nu... Kijk. Nou, oké, okay. Lars heeft het wel heel goed kunnen namaken. Ik vind het wel leuk. Oké, volgende. Miss die wie er zin was. Kim heeft een paarse pruik gekocht. Waar kennen we iemand van met een paarse pruik? Ja. Maar ja, ik zou niet weten wie. Kim draagt een aardbei. Oh, daar gaat de paarse pruik. Ja. Oh, ik ben er heel blij mee. En toen kwam Kim met de aardbeibril op. Maar zo zie je wel wie dat er gedetailleerd... Het vertelt. Oh, en toen kregen wij. Ja, die kregen wij. Kijk, van je hebt heel leuk ja. gebruiken. Een L-tusje. Ik dacht, ja, hallo. Oh, kijk, nu is het een jurkje. Hé. Hey. Maar ze doen het wel goed zo. Ja. Dit stuk gaat goed. Oké, okay, we hebben er nog 1, 2, 3. Nog 3 te gaan. Oké, okay, we gaan naar de volgende. Carlijn. Carlijn had al zin. Een kip gaat dansen. Oh, hier is het kuikentje. Hier komt het kuikentje. Wel leuk gedaan. Een kip die aan het dansen is op de muziek. Wie heeft de derde kuiken? Ja. Kijk, ah, hier komt het. Oké. Okay. Oh, ook echt met zo'n pijltje van links naar rechts. Kuikentje piep op de radio is een kuikentje danst. En toen hebben wij er dit van gemaakt. Hoe snel een tekening kan veranderen. Dat is toch wel leuk om te zien. Een kuikentje zit op een zwarte radio die muziek afspeelt. Het kuikentje gaat goed mee. Een kuikentje hield op een autoradio. Oké. Okay. Dat is geen auto, maar daar begonnen we ook niet mee natuurlijk. En Jennifer, dankjewel voor het volgen. Welkom. Oké, okay. Deze is heel goed gegaan. Een kip die gaat dansen is uiteindelijk wel, heeft wel een verjongingskuur gekregen, maar voor de rest... Ja, kan ja. gebeuren, kan gebeuren. Geen probleem. Oké, okay. Gouden meisje. Kim draagt een aardbeienbril. Die hebben we vaak gezien, niet al? Ja, op een gegeven moment dacht ik alweer. Ik kreeg eerst deze, ja. toen kreeg ik een andere. Kim draagt een aardbeienbril en staat op een NL-vlag. Hey, vind ik wel leuk. Dagmar is in Nederlands. Oh, is in Nederland met een aardbeienbril. Maar toch veranderen ze altijd naar mee, hè? Ja. Dagmar die weer de bril thuis in België is vergeten. Oké, okay, ja. Dagmar is haar bril thuis vergeten. Oh, ik vind het wel leuk. Deze ging van Kim draagt een aardbeienbril naar Dagmar mee. Heeft geen bril. Nee, weer mijn bril vergeten, zoals altijd. Nou, ik heb er genoeg in de mand, dus... Ja, maar die gaan niet helpen, hè. Oh, oké. Okay. Die gaan niet helpen, hè, nee. Jammer. Wat dacht je? Nee, het ging jou niet lukken. Nee. Oké, okay, de laatste, jongens. De zin van voetbalsims komt er nu aan. Oh ja, Jill met Kim en Dag op de trampoline. Die kregen wij. Wee.
Kijk hoe goed getekend. Hey! Lars, applaus voor Lars. Kijk, en geweldig. Naakt aan het springen. Oh, Kim Dagmar en een blonde iemand. En toen werd het een jongen met een kuifje. Kim en Dagmar. Dat klopt wel, we moeten babysitten op je. Kim en Dagmar gaan samen in bad, zo. Hey! Kom. Oké, doei. Nee, ik heb geen eens een bad. Ja, ik ging dat zeggen, je hebt toch geen bad, dus niemand die... Oké? Ja? Oké, dus van Jill met Kim en Dagmar op de trampoline zijn wij met z'n tweeën geëindigd in bad. Ja. Hey Max, welkom. Hey, ik vind het wel een duidelijk wiegje. Jill, je bent ons kind geworden. Oh, dat is wel leuk om zo de veranderingen te zien. Maxio Kart, dankjewel voor het volgen. Welkom. Even terug naar ding. Oké. Nou, dit was Gartic Phone. Ik vond dit fantastisch. Vooral die ene net. Oh, wat was toen de beginzin? Oh, ja, die kunnen we niet meer zien. Je meer moet zien. Op terugduwen. Oh ja, maar dan moet ik 70 keer op terugduwen. Het is goed zo. We hebben het gehad. Ja. Jill is gewoon helemaal vergeten op het einde. Ja, maar ik versta het ook hoor. Jill is er niet bij, dus... Nee. Sorry, Jill. Oh. Die dat toch maar beviel. Yeah. Mannen olifant. Welke olifant. Volgens mij kan je gewoon dat hele stuk klippen. Dat was prachtig. Ik ga zeker terug. Ik weet niet of er geklipt is. Even kijken in Discord of ik clipjes zie. Nog niet. Dan ga ik zeker zelf later nog even terug om te klippen. Belg en Nederlander. Ja. Welkom. Ja, welkom. Het is vandaag een internationale stream. En het is de moderator stream. Dus alle liefde voor mijn moderators vandaag. Voordat we zo doorgaan naar het tweede spel. En dat is Splatoon 2. Gaan we eerst weer iets weggeven. Alle simmers, check je saldo. Uitroepteken saldo in de chat. Sharon zegt, vergeet gewoon helemaal te klippen. Ik zit er zo in. Ja, als er iets gebeurt wat te grappig is. En ik kijk als kijker, dan wil ik ook niet klippen. Want dan mis je wat er gebeurt, ja, ja. Terwijl je aan het klippen bent. Mirte, oeh, Splatoon. Ja, we gaan zo Splatoon doen. En ik win in Splatoon. Lars, er is één regel. Je mag ons niet killen. Dat is ook de enige regel. Als je al die andere kijkers killt, tot daar aan toe. Dan kill mij niet. Hé, hey, en mij? Ja, nog niet zo erg hoor. Als je haar vergeet, zit zo weer net... Ja. Dat je me toch een beetje ziet. Oké, namens... Wat was het? EA Game Changers. Ik moest even denken, want soms krijg ik code van de een en soms van de ander. Dus deze. Namens EA Game Changers mag ik een uitbreidingspakket weggeven. The Sims 4 Landelijk Leven. Het is een Origin code. Dus je moet wel echt op Origin The Sims spelen. Wil je meedoen? Je doet mee voor jezelf. Ik moet er wel even bij zeggen. Bij The Sims 4 Landelijk Leven heb je die drie items. Die bonus item. Dat is een boom met lampjes erin. Dat is een kabouter die op een kip zit. Een beeldje. En een fiets. Die zitten er niet bij. Dus het gaat echt om alleen het pakket zonder die drie items. Dus als jij per se die drie items wil hebben. Kijk dan of het bij een andere giveaway wel erbij zit. Of koop hem zelf. Maar... helaas, de code die ik heb, daar zit het niet bij. Maar als je wil meedoen, check daarvoor je saldo. En dan gaan we zo meteen de giveaway starten. Als de giveaway gestart wordt, dan typ je uitroepteken inzet. En dan een spatie van minstens 1 muntje of maximaal 100. Dus stel je wil 13 muntjes inzetten, dan is het uitroepteken inzet spatie 13. Je kan maximaal 100 inzetten, maar als je minder dan 100 hebt. Want ik zie bijvoorbeeld Voetbal Sims heeft er 17. Dan kan je niet meer inzetten dan 17. Dat zijn de mededelingen. En dan gaan we starten. Dan gaan we naar Landelijk Leven. Als de tekst in de chat komt, dan mag je gaan inzetten. Oh, Mirte twijfelt nog. Je hebt 2 minuten om na te denken. Hij loopt nu. Je hebt nu 2 minuten om na te denken. Kijk, Miepuk, je zet al meteen 100 in. Ja, sorry. Ik doe ook mee hoor, schatjes. Nou, terwijl jullie gaan inzetten, ik moet even naar de wc. Oké, doei. Doei. Was fijn je te leren kennen. Dat is handig van Combistream. Ja, hé. Zo, voilà. Dan zien jullie mij ook even mooi in beeld nu. Ai. Zo. Oké, nu dat ze weg is. Nu dat ze weg is. Hoe is het met jullie? Ja, we hebben toch niks te doen, dus hoe is het? Voor de mensen die het nog niet weten, we zijn momenteel een winactie aan het doen van Landelijk Leven. Doe gewoon mee. Moet niet hoor, maar mag. Ja, kijk Tony, je hebt 6 muntjes. Met 6 muntjes kan je winnen. Je weet maar nooit. Goed hoor, met mij gaat ook alles goed. Morgen moet ik jammer genoeg terug naar België. Terug naar huis. Dus...
Ik wil blijven, maar het kan niet. Ik moet terug naar huis. Goed hoor, heb mijn workout er weer op zitten voor vandaag. En aan 3 kattenbakken liggen. Oh nee. Carlijn, het is uitroepteken saldo. Hier is het uitroepteken saldo. Om te weten hoeveel muntjes je hebt. Ah, oh, einde vakantie, ja. Hallo? Hey. Hey. Hoe is het? Goed hoor. Mag ik een massage van jou? Dan moet je mijn moeder hebben, niet mij. Ja, massage hier. Nee, mijn moeder. Nee, kom. Hop. Werken. Ik ben hier niet in getraind. Mm. Mijn moeder is de professional. Ah, goed zo. Wat je allemaal niet over hebt voor je motreters, hè? Ja, ben overwerkt, hè. Tjoom. Kim gewoon aan het werk zetten. Oh, ik zie dat de giveaway is gesloten. Ja, ik ga me weer verplaatsen. Kan je terug hier zitten. Een mooi einde voor je vakantie. Ah. Nee, ik zal me straks hier op de bank leggen en dan moet ze me maar masseren. Nou, mijn moeder was hier vrijdag. Wat je toen moet ja. zien. Dat is toch ook raar als je iemand voor de eerste keer ziet. Hey, wil je mijn massage geven? Oh, er zijn er niet zoveel die meedoen. Het wordt spannend. 8 mensen doen mee. Even kijken. Ja, door de giveaway hoef je inderdaad geen 40 euro uit te geven. Maar dan is het natuurlijk wel... Kies je daarvoor dat je weet dat die 3 items er niet bij zitten. Oké, de 8 mensen die hebben ingezet is Mie Pucky Games, Sharontje, Gouden Meisje, Carlijn, Myrthe Elise, Voetbal Sims, Lars en Tony Online. Jullie hebben samen 359 muntjes ingezet. Net was het 159, toch? Ja. Iets in 150. Maar al 200 van ik en Sharon. Spannend. Wie gaat er winnen? Ik ga klikken in 3, 2, 1... Oeh, het is iemand die in het verleden ook al een keertje bij mij heeft gehoord. Ik weet niet of dat toen om een Sims pack ging. Maar, Voetbal Sims, gefeliciteerd. Ja, als Dagmar wint. Ja. Dat was wel heel mooi geweest. Voetbal Sims, gefeliciteerd. Jij wint de Sims 4 Landelijk Leven op Origin. Helaas zonder de 3 items, maar het gaat vooral om een pack natuurlijk. Dus gefeliciteerd. Ja, nu kan ik naar Reuze. Oh, je kwam alleen hiervoor? Nee. Je komt even hier, even kijken of Voetbal Sims Landelijk Leven. Zo, ja. Heb ik dat genoteerd. Dan moet ik het niet noteren. Oh ja, sneeuwpret. Ja, ik wist het. Ja, ik wist al, jij had een keer eerder gewonnen, maar ik wist niet meer wat het was. Maar het was een sneeuwpret. Ik ben ook nooit, hè? Oh, je schrok echt toen je je naam zag. Nou, gefeliciteerd. We gaan Splatoon doen. En dan gaan wij nu switchen naar de Switch. Hoe grappig gezegd. Switchen naar de Switch. Ja, die is voor jou. Die is voor mij, hè? Joppa. Deze is voor mij. Draaien. Sharon moet er nog aan beginnen. Wij moeten het ook nog opstarten. Oh, of je moet nog beginnen met de wedstrijd. Hey! Oh, misschien moet die achterste lamp ook aan. Het wordt nu... Ja, zo modern is mijn huis niet. Oké, okay. Okay, wacht. Wacht, wacht. Okay, ja? Nee. Dit is de andere. Bianca zegt, ik ga er vandoor, lieve mensen. Kim, ontzettend bedankt dat je ons in het zonnetje zet hiermee. Super lief. Oh, en we zetten Bianca nog even extra in het zonnetje. Zo, alsjeblieft. Bianca heeft een YouTube-kanaal. Check het, mensen. Oké, mijn Switch moet aan. Zo. Alsjeblieft, Bianca. En jij thanks als topmotje. Oeh, ik zie al dat een paar Splatoon hebben opgestart. Oeh. Waarom moet dat altijd zo lang duren? Ja. Kun je dan niet een klein beetje korter maken? Ja, helemaal als het niet meer je eerste keer opstart is. En dan moet ik eerst nog door een hele hoop tekst. Vooral dat. Ja, ben jij het pauzemuziekje? Of het wachtmuziekje? Oh, deze staat wel heel zacht. Nou, het verkleden is een beetje lastig om aan te zetten tijdens Splatoon. Omdat je natuurlijk met de tijd zit. Ja, of zet hem wel aan dat we tussen de races door... Kunnen het proberen. Mocht het niet lukken, zetten we hem uit. Ja, we gaan het proberen. Zit iedereen te wachten? Oké, jongens. Als je Switch-vrienden met mij bent, dan kan je op mijn naam klikken. Want ik ga nu een lobby in. Ik ga ook call in. En... Zo. Nou, wij beginnen ze al. Wie is het Voetbal Sims? Oh, ik heb daar geen tijd voor nu, joh. Voor wie is die Voetbal Sims? Oh, dit is wel een fijne ding. Sushi-straat. Oh, ik heb nog een schietwapen. Ja, maar ik heb geen zin meer in sushi. Ik heb genoeg sushi gegeten. Ja, we hebben gisteren genoeg sushi gegeten. Ja.
Ja, Sharon, het is toch eventjes wachten. En Jill gaat er ook van door. Dankjewel, doei, Jill. Nog veel plezier. En slaap lekker voor strakjes al. Mag er een SSO naar Jill? Oh, het staat er hier eentje boven niks te doen. Heel fijn. Oh, het is voor mij. Is het voor jou? Ja. Oh, en er is er nog een Lars voor wie is die? Zo. Ah, ja, ik zat erop te wachten. Oh, cool. Ik wist nooit dat het nut had. Ik hoorde laatst pas dat het nut had om op cool te klikken. Ja, ik weet altijd niet wat voor nut het heeft, maar... Lars heeft het voor mij gekocht. Oké. Dan hoop ik dat hij bij mij zegt alles af. Je hebt niks. Nee, daarom juist alles af. Vind ik wel leuk. Ja, misschien is het ook daar ziek in. Oh, jammer. Tijd was al voorbij. Cool. Ja. Ik dacht eerst dat het cool altijd een beetje voor de show was. Maar ik hoorde dus gisteren dat als er een andere speler een bepaalde bom heeft. En je klikt op cool, dat die bom dan groter wordt of zo. Oh, leuk. En ik dacht dus dat. Oh, wat doe ik nu? Ja, dan weet ik dus ook niet wat je hier aan het doen bent. Dat was de knop die ik wilde hebben. Ik werd opeens onzichtbaar, ik snapte het al niet. Maar dat is ook leuk onzichtbaar zijn, toch? Oh, bommetje. Oh, kak, jammer. Jammer, te weinig inkt. Spelling gaat nog niet zo lekker. Oh. Het is met dubbel L. Oh ja, maar ja, ik had ook al eentje gedaan. Ja. Kan geen kwaad. De streamer bestaat niet met enkel L, dat scheelt. Hey Jill, een nieuwe streamnaam. Jill D. Waar zijn jullie tegenstander? Oeh, daar zijn. En nog niet meer hebben. Ja, ik vind het lastig hoor, deze. Ik heb godzakken zeg. Hij was er niet. Hoppatee, word zo overreden. Oké. Okay. Voor Dagmar. Ik verloren natuurlijk. Het kroontje voor jou. Kon je daar net nog op? Ik had hem niet erop gelaten. En voor mij... De nerdbril. Ja, maar die vind ik leuk. Dat vind ik geen ramp. Dankjewel, dit zit heel gek. Kijk, dat zeg ik. Die zit niet helemaal juist. Oh, ik zit erbij. Zit je erbij? Top. En Martino. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja, ik ga ervoor. Ja, Lars, ik denk dat er nu meerdere zijn die in de wachtrij willen. Ja, Annette zit ook in de wachtrij. Geleidelijk aan komen jullie er ook wel in, hoor. Oh, sorry, Jesse. En Meertje zegt eens kijken hoe Splatoon liggend spelen vanuit bed gaat. Volgens mij eerder gedaan, dus dat moet lukken. Kijk, Lianne zit ook te wachten, maar komt er niet doorheen. Nou, in ieder geval Dagmar en Martine zijn er al ingekomen. Dus er zijn dan twee plekjes in de wachtrij vrij. Wij moeten tegen elkaar! Oh! Niet kijken op mijn scherm, hè? Denk je dat ik er tijd voor heb? Ja. Waarom loopt er eentje achter me aan? Super nutteloos. Oh ja, nu heb ik weer een andere kop. Moet weer oefenen, hè? Oh, er zitten in jouw team weer van die scherpschutters. Ik zie er weer een aantal daarboven staan die niks doen. Ik sta daar wel in. Sta jij daar? Hey!
lever ik je nou voor de brug af? Ja. Dat was ik. Ik was nu zo flink. Nou, wees maar blij dat het alleen van de brug af duwen was en niet meer. Hier, geniet maar van wat paarse regen. Okay. Nou! Oh, doei, Kim! Ik ben toch maar weer overgegaan op de roller, ja. Ik vind dit een baan waar ik gewoon lekker op de roller wil. Ik weet alleen niet wat de tweede baan is, dus dat is een beetje lastig. Zo, doei Ezio. Oh, oh, ja, daar zijn jouw ballen weer. Ja, lukt toch? Oh. Oh, doei. Ik werd door zo'n bal gepakt. Oh, die is er ook, hè. Jammer. Als het hier gaat in... Ja, het was toch een mooie bal. Vond je hem niet zo mooi? Kan er ook iets aan doen, hoor. Nou, agent 4 even te pakken, hoor. Goed zo, agent 4. Zo. Wat? Korte kill. Die schiet dus, die Ezio zit niet achter zich te kijken, heb ik al door. Ik kan hem elke keer gewoon pakken. Totaal niet door dat ik achter hem aankom. Oh, 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 oh. Nou word ik gepakt van achter. Je moet ook altijd opletten met wat je zegt, hè? Ik kan je net zeggen. Wat even een ander idee, maar... Ik bedoel eerder dat ik heel, heel stoer loop te doen met dat ik iemand op een bepaalde manier te grazen neem. En dat ik volgens op diezelfde manier te grazen word genomen. Maar gewonnen. Ja, zullen we mij niet vertellen wie dat er gisteren heel tijd won? Nou, het was gewoon bij Tony op stream te horen. Dat ik maar letterlijk één heel potje heb gewonnen. Van de 20 of 30 die we hebben gespeeld. Oké, ik ben benieuwd. Zijn er mensen bijgekomen? Nee, nee. Jammer. Jammer, jammer. Voetbal Sims geeft wel wat puntjes terug aan Tante Mondeloot. Want arme mensen zitten wel elke keer arm te maken. Ah, Rosie! Dankjewel, Rosie. Even wat liefde voor de tweelingzusjes. Kimpel hart, Kimpel groet, Miepoekie love, Miepoekie kroon. Dankjewel, Rosie, voor de pitjes waarvan je er zelf weer 10 terugkrijgt. Dat is wel leuk, hè? Ik hou hiervan. Waarvan je er zelf wel weer 10 terugkrijgt. Ja, Kim, we weten het al. Maar dat is toch wel grappig om te zeggen. Ja. Namens de andere 9 mods. Oh. Au! We zijn allebei dood. Au! Zo. Tududut. La 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 la. Oh! Oeh! Zo, ik was daar net op tijd uit. Jammer. Dit keer had Ezio me wel te pakken. Ah nee! Net geen ik meer! Oh. Kroontje vliegt weg. Nou nee, ik had er in ieder geval één. Ja, pak hem Francisca. Pak hem. Goed zo. Zolang je mij maar niet pakt, is het goed. Maakt niet uit dat het teamlid van jou is. Nee. Maar wat doen al die paarsen bij mij? Ga toch weg? Zoek jullie één plek. Dat vind ik niet leuk. Ja, als paard nu nog wint, weet ik het ook niet meer hoor. Oeh, ik had hem. Hij heeft mij ook, maar ik had hem ook. Met mijn roller tegen een wapen. Heerlijk. Ja, dat is toch leuk om er naartoe te luisteren. Annette zegt, dit klinkt misschien raar om te zeggen, maar ik doe het toch. Het verfgeluid is zo heerlijk om naar te luisteren. Zelfmoord. Ja, ik ben er nog altijd goed in de zelfmoordacties. Jammer.
Oh, eentje is goed. Zo, wat is het hier veel blauw? Dat kan niet. Een beetje die kant op. En dan gaan wij deze kant op. Die agent 4 moet eruit. Oeh, ik was er net op tijd uit. Ik vind die agent 4 niet meer zo leuk. Oh. Ik zie het te pakken gehad. Die heeft me heel de tijd. Ik denk dat hij het tegen me heeft. Nou, hij moet er sowieso uit, want dan kunnen er weer een paar uit de chat erin. Oh, nou. Martine! Oh, dat weet ik nog niet, Lars. Ik wilde in eerste instantie wachten tot Splatoon 3 en toen hoorde ik dat die echt wel volgend jaar komt. Ik zat hier. Onder de staart van de kat. Ik zat mijn toertjes aan te draaien. Ja, zo ga ik nooit winnen, nee. Annette zit er nog niet in, Lars. Maar ik was eerst in eerste instantie van plan om dus te wachten tot Splatoon 3. Toen hoorde ik dus dat die, het duurt nog tot ergens volgend jaar. We weten alleen het jaar, we weten nog niet eens de datum. Oh. Nog steeds niemand erbij. Dus toen dacht ik, nou, dan koop ik Splatoon 2 wel. En hij was toen ergens in de aanbieding. Ik heb hem volgens mij op Amazon gekocht. Hij was in de aanbieding bij Amazon. Toen dacht ik, zal ik het doen? Toen dacht ik, nee, ik heb het geld niet meer voor. En toen had ik echt een paar dagen nadat hij uit de sale, dat hij niet meer in de sale was, had ik er wel het geld voor. En toen kwam ik bij de Nintendo Shop in de sale. Toen dacht ik, mooi. Dus nu heb ik Splatoon 2 alsnog. Ja, Tony ook hier hetzelfde. Ik kon niet meer wachten. Oh, we zitten bij elkaar. Kijk. Team geel voor de win. Oh, oh, ik ben weer naar jou aan het kijken. Komt niet goed hoor. Oh, ik vind dit wel top. Dit zijn allebei banen die ik heel fijn vind om met de roller te doen. Al zou ik deze baan op zich ook nog wel met het wapen kunnen doen. Maar ik heb die roller gewoon, ja, meer ervaring mee. Dus dat vind ik prettiger spelen nu. Ik weet wat er daar is. Zo, dik slagveld hier. En je van een balletje? Ja, ik zag ze al. Ik dacht, ik ga maar balletjes blazen. Dat past toch perfect bij mij, die balletjes. Nee. Oh, ik wou de tweede eruit doen, maar nu doet die andere al. Gaan we hier het slagveld maar weer in, hè? Oh, jammer. Nog twee keer slaan, ik ben al dood hoor. Ik heb toch iemand vermoord? Oh, Sharon raakt altijd de weg kwijt in deze map. Nou, ik ga gewoon overal waar of nog geen verf is, of waar de verf van de tegenpartij is. Waarom? Ja, daar ben ik. Geen rondjes. Martine, we gingen rondjes op elkaar heen. Tijd mijn regen nog af laten schieten voordat Martine me pakte. Ik had geen ink meer. Dat was niet zo slim. Kom achter je aan. Volgens mij gaan we wel lekker weer met deze. Ja, we gaan lekker, want ik zie gevaar bij rol staan. Hoppatee! Hoi de luxe kat, welkom! Oh, oh, oh! Zo, ik had er wel al op Splatoon 2 gezet, toch?
Ik weet het niet meer in. Op 2. Ja. Dan dat je setting nog wel mee. Ja, nu staat hij op Splatoon 2. Oh, ik sta helemaal onderaan. Oei! Je hebt maar één kill gemaakt. Kijk, bij het kill dat deed hij killed en nu effect. Martine zegt ik ga plaats maken. Oh, dat is wel lief. Oh, we gaan allemaal plaats maken, want het is 10 uur. Dus er wordt gewisseld van banen. Moeten we weer opnieuw erin? Ik wil eerst erin, hè? Oké, kijk waar we nu terecht in terechtkomen. Wat doen de goede banen? Weer in mijn eentje. Planktonstadion en lekker backtrack. Oh, die lekker backtrack is volgens mij weer die... hoe heet dat? Skatebaan. Dat weet ik niet. Ik kan het ook niet. Oh, ik ben dit is Planktonstadion. Oh, dit is de supermarkt. Dat is op zich wel... of sportzaal, ik weet niet. Sportzaal. Dit is wel te doen met die roller, maar die andere volgens mij niet. Ik ben aan het wachten. Ja, dat is wel echt het grote nadeel van Splatoon, dat je telkens moet wachten. Ah, jammer. Ja. Ja, je kan maximum maar met 2 wachten, dus ik ben nu aan het wachten. En Sharon blijkbaar ook. Dus als wij erin zitten, kunnen de volgende wachten. Dus ik hoop dat, dat ze er een beetje snel uit gaan. Ja, en wat ik dus zo zonde vind, is als je dus een privé lobby maakt, dat je dus niet kan levelen. Ja. Als ze dat nou even zouden fixen... Dat zou een hoop schelen. Waar is paars? Die kant op. Hoog kan ik niet springen. Oh. Oh, we hebben elkaar. Komt nog eentje af. Ja, precies. Je kan wel in een privé lobby, maar dan is er dus helemaal geen level. Nou, gezien jij nog niet zo hoog bent. Maar ik ook niet. Ja, ik hoorde gisteren dus van Tony dat als je eenmaal level 30 hebt... Oh, ik zit hier vast. Oh nee, wacht. Nee, ik kan eronder in. Ja, zo. Dat je dan alle wapens hebt vrijgespeeld en dat het dan niet meer zo uitmaakt. Ik heb trouwens volgens mij niet de roller waarmee ik die gisteren heb vrijgekocht. Maar ja, dat maakt niet. Kak. Niet nu. Zo, mooi van achter. Ja, kijk lekker naar boven. Van het uitzicht genieten. Hoppa, 2 kills afgetrokken. Je had nu zo'n mooi uitzicht en je hebt hem nu gekild. Mag niet, hè? Hoezo mag dat niet? Moet je maar opletten. Ze pakken mij ook als ik niet oplet. Het is hier allemaal roze. Ja, je kan nog door, hè? Hier omhoog. Oh, we zijn allemaal hier. Volgens mij zitten we bij hun basis. Oh, dat waren maar paars. Nee, je hebt geen ink. Oh, kak. Oh, hij is al gepakt door die ander. Oké. Oké, ik kan net zitten in de wachtrij. Top. Oh, maar Charlotte zat er toch ook in? Zit er dan nu 3 in de wachtrij? Ja, en ik zit er nog in. Oh, misschien hebben ze 3, 2, 1. Ja, ik weet nog niet dat ik weet dat ik. Nee. Oh, Lars, zeg maar, als je dat gaat doen, dan gaan mensen er misbruik van maken. Oké. Ja, je hebt wel goed gewonnen. Ja. Op een gegeven moment, ik zat daar in het midden een beetje. Op een gegeven moment denk ik, ja, maar het is hier overal al roze. Kijk, 4 kills, 2 keer laten regenen. Mia aan het volgende gevecht. Kijk, Dagmar komt er weer bij. We gaan weer killen. En ik kan bijna levelen weer. Toppie. Oeh, Sharon zit er ook in. Ja, zit Sharon ook in call? Ja, Sharon zit er ook in. Ja, Sharon zit er call. Hey, hallo, met wie spreek ik? Hey, hallo. 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 Het heeft even geduurd, maar ik zit er toch in. Ja. En Annette zit er ook al bij. Oh, als, hey. Annette, als je in call wil. Annette. Level 33, nice. Ik heb Annette van de week zo vaak Splatoon zien spelen. Ja. Die zit gewoon stiekem, als er niemand oplet, even te levelen. Maar Annette, als je wil, mag je een call joinen hoor. Oh ja, kijk, deze baan is een beetje lastig met de roller. Nee. Zij wil Annette, we gaan op Kim. Nee. Hallo. Hoi Annette. Hoi Annette. Wat leuk. Mijn motjes zitten erbij. Mijn andere motjes. Voordat jij een opmerking maakt. Ja, want ik ben geen motje. Kak, waarom word ik
Annette. Dik uit. Ja, ik had niet. Oh, ik heb geen weg. Ik had niet door het bijen was. Ik denk, oh, ik moet die killen, dat hij mij kilt. Wacht maar, we zijn beide dood. Zitten jullie, oh, jullie zitten alle drie bij elkaar. Ja, anders zou ik niet zeggen, ze zitten gewoon op haar. Oh, is de motjes tegen Kim? Ja. Hier zit de motjes tegen Kim. Sorry Kim. Zeker lekker uit Splatoon, maar alleen mijn moderators killen mij nu af. Nu mag je. Het is de moderator stream, dus ze betekent nu pak de streamer. Het was toch pak de streamer dag? Of niet? Ja, ben ik weer gemist vandaag. Oh, Sharon, kom je? Sharon, pas op, want ze zijn hier aan het schieten met mij. Misschien moet ik bij de derde moderator stream zeggen alle liefde voor de motjes en de streamer. Niet alleen alle liefde voor de motjes. Hey joh, dat is veel te leuk. Dan kunnen ze goed meekijken op stream. Hoe ik gepakt word door jullie. Ja. Dat is net als met Mario Kart, toch? Ja. Oh, deze baan is op zich nog wat te doen met de roller trouwens. Ja, ik vind het ook echt een fijne baan voor de roller. Ja, ik was even bang dat deze dat andere skatepark was. Die had ik gisteren. Oh, die vind ik ook wel fijn met de roller. Hoor. Ik vind het allemaal wel fijn. Ik ben gewoon fan van de roller. Ja, ik ben ook fan van de roller, maar hier kan je met de schuine, zeg maar die schuine dingen, kan je met de roller erop en die andere baan niet. Dus dan wissel ik naar een wapen. Maar daar ben ik dus nog niet zo handig. Godzakker, Sharon. Ja, ik heb het ook niet gekomen. Hoe bezig, Sharon? Lekker bezig. Dat is het beste wat je kan doen, hè? Ja, ik ben hier ook weer de weg kwijt, hoor. Ja, maar ik ben altijd de weg kwijt. Ik ga gewoon waar ik denk dat het goed is. Ja, maar ik probeer altijd iemand anders basis te verven. Haha, wraak! Nee. En ook nog regen jouw kant op, hoppatee. Stop met schieten op mij, het heeft geen enkel nut. Hoezo heeft dat geen nut? Nee! Ik wist niet wie het was, maar alsjeblieft ook wraak voor jou. Nee! En we gaan nog ineens binnen. Oh, nee. Nee, we gaan niet meer winnen, weet het. Nee, er zit iemand best wel rotlezer. Ja, echt, die staat alleen maar van onze eigen basis te schieten. Heel irritant. Ja, die konden we niet winnen. Zo! Wie zit er naast je? Oeh, een tweelingzusje. Oeh. Wie zeg je? Dat is die Pukkie Games. Ja, we hadden dus ook gewoon één keer niks deed. Jammer, en Teuntje, dankjewel voor het volgen, welkom. Is er nog iemand bijgekomen? Ik weet eigenlijk niet, zitten er nog mensen in de wachtrij? Lars zit erbij. Oh nee. Lars, je waagt het op te killen. Lars, je maakt zoveel indruk op me dat ik mors. Oh, mooi dit. Mm. En Lianne zit er ook mee. Oh, top. Ja, bijna level 13. Eindelijk. Ja, maar nu is het nog voor een podcast, vind ik. Als je een call wil, Lianne, je weet hoe het moet, hè? Moderators kunnen dat zelf fixen. Oh, Sharon. En oh, Lars zit bij mij. Gelukkig. Lars. Ga je gang. Ja, ga je gang, Lars. Ja, maar het is wel liefde voor de moderators, hè? Ja. Maar Sharon zit bij hem in team. Dat is niet killen. Dat is ook een moderator. Zo hoor, Annette duivels lachen. Ja, ik is Annette killen elkaar. Ja. Ik dacht dat ik eerder had, maar jij had mij als toch ook. Ja, hè? Dat is wel eerlijk. Ik wist dat hij was. Dag maar. Dag maar, had mij wat te heb pakken. Je te zoeken bij onze basis? Niks. Waar is ze? Oh, ze is al dood. Bij mijn basis. Ik zie een roze spoor en ik denk dat is Dagmar. Wie zou het anders zijn? Er durft niemand komen naar die basis. Ja. Ja, daar komt niet meer aan. Ga maar langs, jij eerst. Heerlijk.
maar jij eerst. Ja, hij heeft een wapen, daar ben je sterker mee met, dan met worden met zo'n roller. Zo. Dag maar. Waar verstop jij je? Ik heb haar al gepakt, ze stond met de rug toe, naar me toe. Hé, hey, niet duwen! Ik kan ook mooi nog op door de streamvertraging mijn actie terugzien. Dat ik heb Lars gekild! Ik heb Lars gekild! Ik heb... Oh, ik moet verder spelen. Sorry. Vruchtentandje kan er wel bij hoor. Op zo'n moment. Ja, doei keer. Doei dag maar. Nee. Slaap lekker Tony, leuk dat je er even was. Slaap lekker. Oh, ik ga levelen vandaag. Zometeen. Wie is dit? Oh. Oh, en het was niet eens... Ik deed niet eens die... Nee! Er liep iemand achter mij. Dat was ik. Kan net niet bij me. Anders was je dood geweest, Kim. Oh, Lian is ook gepakt. Ja, ik ook. Zo, dat is bijna... Oh. Maakt toch niet uit. Oh, dit was jammer. Dit was jammer. Dit was jammer. Dit was jammer. Nee hoor. Ik heb zitten verven hier. Maar jullie hebben bijna niks gekleurd. Vlak naast me. Dat kan niet. Er liep echt iemand langs me. Zo, Lars, 10 kills. Ik heb 5 kills. En level 13 voor mij. Oh, nieuw effect. Ik heb een nieuw effect. Ik had ook weer een keer een nieuw effect. Dus lang geleden dat ik die heb gekregen. Ja, die krijg je gewoon niet meer. Zolang je heel liefde kan geven naar mij toe, krijg je dat ook niet meer. Je bent te goed, Kim. Hoor je het? Nee, dat heeft ze niet gehoord. Dat is wel net jammer. En Lenny komt erbij. Nee. Nee, je maakt het. Welke kleur heb jij? Tegenstanders, ik zie het al. Ik ben weer Lars! Lars killen! Lars, jij loopt gewoon voor mij en ik ga schilderen. Watje. Oh, oh, zit hier vast. Oh, oh! Ik werd er twee kanten. Ja, Kim, je moet mij niet passeren met mij. Ja, er kwam een bom van achter. Oh. Oh my god, dan heb ik wat geluk! Hé! Hé! Wat durf je? We hebben op elkaar. Dus gelijke stand. Nee. Hoezo nee? Ik moet winnen. Zo'n actief lied ook. Oh, iets te actief hoor. Voor zondagavond. Hey. Hallo. En nee. Dag maar. Nee, wie? Lars. Dacht je nu echt dat ik was? Hey. Nou, het leek op een bubbel. Het leek op een bubbel. Maar het was niet die bubbel. Annette. We gaan er samen voor. Zo, doei dag maar. Ik heb Lars uitgegrakeld. Goed zo. Ik had daar gewoon uitgegrakeld. Goed zo. Shit. Kak, omhoog. Nee. Oh, nee, terug. Oh, ja. Lars heeft mij uitgeschakeld. Lian en ik pakten elkaar. Ik kan heel vaak net ontsnappen. Nee, net nu niet meer.
Heel vaak net ontsnappen, maar net nu niet meer. Ja, nu net niet meer, nee. Daarvoor, ik kon hem net iedere keer... Hey, knop. Knop. Ja, ik wou zeggen. Oeh. Oh, dat... Weg. Oh shit, ik ga het verkeerde kant op. Nee, weg. Godzakken. Ga je gang, oh. Kom proberen. Dag maar. Dag maar, zit helemaal in de focus. Kijk, wat is het stil naast me. Ik ben aan het killen. Ik ben uit op killen. Ik vind het niet leuk. Ik ben gewoon uit op killen. Pak me dan, als je kan. Toertjes aan het draaien. Ja, paard, je moet niet meer verder doen hoor. We zijn toch gewonnen. Jammer. Zo! Dik ingemaakt. Ik blijf er maar bij dat ik dacht maar op het laatste nog gekild had. Ik zei ook echt letterlijk, pak me daar als je kan, dus je staat achter me. Oh, we waren wel de beste twee van ons. Sharon? Ja. Samen met Kimbo. Ze waren wel de beste twee. ik zag het Kim nog niet gezien. Oh ja, Kim ook nog. Je moet jezelf de streamers buddy rol geven, Lianne. De donkerblauwe rol. Die vind ik wel goed. Maar je wordt hier al buiten gesloten ja. Als streamer. Jullie denken het is de moderator stream, we nemen de boel lekker over. Oh ja, Kim die was er ook nog. Oh. Zou ook een ding zijn, een modrace. Jullie gaan zitten en ik ga gewoon lekker een serietje kijken of zo. Doe maar, zet je maar. Maar kijk wel mee hoor. Oh! Zitten we wakker? Oh ja, we zitten wakker. Nou kan je wel binnen, Lianne. Annette heeft je geholpen. Ik heb je de rol even gegeven. Lars, Kim. Nu. Sharon? Ja? Wil je een bannetje? Ik kan me niet bannen meer. Oh jawel, ik kan je wel bannen. Oh nee, shit, je zit bij Kim. Ja. Die laptop die daar achter op de salontafel staat, is mijn account ingelogd, hè? Voor het geval er nog gemodereerd moest worden. Ja. Nou, dacht maar, ik zou alsjeblieft geen pannetje willen. Maar wie loopt er daar nu weg van mee? Wie is die blauwe die wegloopt van mee? Je kan toch niet bang zijn? Kom aan. Je kan toch niet bang zijn? Ja, ik kom maar thuis. Ik weet nou niet welke kleur ik ben. Oh, ik ben blauw. Ik weet niet welke kleur ik ben. We zijn net al 2 minuten in deze baan aan het spelen. Ja, maar ik werd gedood en ik zie iemand van roze en ik zie iemand van blauw. Ik denk dat wel, wat ben ik nou? Oh. Ik denk dat we deze misschien iets kunnen aanbieden. Ik moet even heel kort mijn best gaan doen. Oh, nu pas. Nee, sowieso. We staan nu op gevaar, dus ik moet. Oké, Lars heeft mij gekild, maar ik heb Lars gekild. Ik zit weer in de wachtrij, want ik was net iets te langzaam met wegduwen. Oh! Met doorklikken, omdat ik bezig was met die kal, met in de kal te komen. Oh! Dag maar. Dit was niet slim. Het is nog niet slim, hè? Ai. Je moet je toch nooit als je visje vertonen bij een blauwe in de buurt? Oeh, Martine! Ik kwam net naar beneden gesprongen, hè? Word gepakt door zo'n superlanding. Nou. Dag maar! Dat was eronder, sorry. Ik wil me geen eens killen, maar je zwemt iedere keer onder mijn roller. Oké, nu hebben we het alle twee gedaan. Ik zal het maar de verkeerde plek noemen, zeker.
op het verkeerde moment. Ik kom helemaal geen blauwe mensjes meer tegen, joh. Ja, nee, want die zitten allemaal bij mij. Ja, op bij mij, want ik ben nog kleding te vaak gekild ondertussen. Die zitten allemaal bij mij. Ik heel zie het, Martine. Je helpt me te grazen met je armbank. Zo, die map ook. Ja, dat ging niet lekker. Ja, die zitten ook gewoon allemaal op mee te killen. Leuk, hè? Zo, Kim. 1127. Ja, maar niemand heeft Kim kunnen killen. Want die zaten allemaal bij mij te killen. Krijg je daar punten aftrek voor als je wordt gekild? Ja, nee, maar je kan niet doorschelderen, oké. Okay. Je kan niet meer verder doen, hè? Pinchy! Wil een van de katten ook Twitch famous worden? Nee, hij zit een stoelstuk te maken. Een stoel van 1400 euro of nog hoe weet ik veel over de 1000 euro. Jeetje! Oh, wat een draak. Maar waarom geef je zoveel geld uit aan een stoel als je een kat hebt? Ja, dat moet je aan mijn tante vragen. Lars! Go! Geen vooruit, ik ga schilderen. Ik weet geen eens met wie ik in het team zit. Maak bij mij. Een ja, niet bij Lars. Niet bij mij, Sharon, ja, zoals je kan zien. Oh, dan niet bij mij. Ik dacht dat bij mij. Ik zit met... Oh, ja, wel, ik zit wel met jou. Nee, want ik ben niet kwaad. Wacht, wel. Oh, jongens, zijn jullie kleuren of zo? Ja, ik word even de weg gekregen. Ik denk dat ze het zelf niet meer weten. Lars, stop met killen. Echt, ik wil mijn baas nog wel af kunnen komen. Oeh, zie je een mooie paars bal. Mooi, hè? Ja. Ik laat ze graag vliegen. Ah, staat hier een oranje naast me. Maar die doet ook gewoon niks. Die Lenny stond gewoon naast me. Die Lenny is waardeloos. In je team. Ja, als die Lenny er nou weer uitgaat. Wacht, wat doet die hier nu? Maar die komt gewoon naast me staan. En ik ben intussen twee bubbeltjes aan blazen. Nou, Martine heeft me nu te pakken hoor, Annette. Dus ja, je dood is gevraagd. Mooi. Nu heeft Lenny mee te pakken. Die dacht van die bubbeltjes waren mooi, maar het is gedaan. We stoppen met spelen. Nou! Ik ging net achter die Lenny aan, maar dan krijgt hij alsnog mij te pakken. Die kant op. Hier kunnen we nog wel wat paars hebben, hoor. Wat is dit nou weer? Paars! Deze heeft hij hier weer. Oh. Oh, dat was jij. Oh ja, dat is paars, dat is niet erg. Ik heb de hele tijd een herring als ik van die sterkelcirkeltjes zie. Dat ik denk, wegwezen. Maar nu was het mijn eigen kleur natuurlijk. Ja, dan dat was jij doet ook niks, hè? Het zak, Annette. En jij is onder mijn rollen. Ja, maar mijn tank was leeg. Dat is mijn probleem. Hoi, Sibyl, welkom terug. Wat kom je doen, Pinch? Kim? Ja? Dat was mijn tank. Ik had hem bij te vullen. Nou, dat had ik dus net ook. Nee, want jij zwom gewoon. Ik heb jou niet eens gezien. Die moet er ook uit. Die is ook niet van onze stream. Van jouw stream. Oh, Kim nee, was net al. Ik zag hem passeren. Nee, dit is en dan net bij de laatste seconde weer kunnen spelen. Dan kon je echt niks. We hebben nog best netjes gedaan hoor, Annette. Jammer. Wel de Town of Plumbobs kleuren. Paars, oranje. En Martine. Oh ja, jij hebt kijk hoe goed ik het heb gedaan. Daar gewoon de onderkant in. Ik ga wisselen hoor. Ik ga een andere roller nemen. Loopt 1 meter en potje is meteen klaar. Ja, echt hè? Ik haat het om in die countdown gekild te worden. Oh, mm-hmm. Komt er iemand? Oh, Martini zit erbij, ja. Oké, en Plum moet dus nog weg. En Lenny moet dus nog weg. En dan kunnen er nog
twee bij. Kunnen er nog twee bij? Dat zou wel heel top zijn, hè? Complete lobby met alleen maar ons. Ja, ik zit in de wachtrij nog steeds. Ik ga maar even heel vervelend doen, zodat ze wel weg gaan. Oh, jullie moeten wachten nog mee. ja, doe dat. Oké, als Emplum of Lenny je tegenstander is, ga vol op ze. Ja, maar dan mogen jullie ons niet killen, hè? Dan kunnen we er niet vol op gaan, hè? Kijk, Emplum zit bij mij, dus dan moet ik op Lenny. Oké, ik ga op Emplum. Lenny is een roller. Oké. Ik ga op die andere, ik weet niet welke. Echt? Lenny. Ik herken het wel. Hij noemt Lenny. Lenny is die roller met die robot-outfit. Ja. Jij bent geen roller. En wat is die andere? Hallo, die zit er achter mij aan. Wat heeft die andere? Wat? Niet mij. Wat heeft die andere? Ja, dat heb ik niet gekeken. Ik zat op Lenny te focussen. Laars. Hé, jij hebt van wapen gewisseld. Wie? Lars. Oh ja. Hij heeft nu zo'n emmer ding. Ja, ik kan daar echt niet mee spelen. Ik snap niet waarom mensen die willen. Ik snap trouwens ook niet waarom mensen die kwamen. Sharon, het was niet op mee. Lars, doe het even op die andere twee. Doe ze eruit willen. Ja, maar ik moet die andere vinden. Iemand die weet waar hij is. Hier, ik heb hem. Ik word goed mee. Oké, Lenny is bij de basis nu. Ja, nou. Ja. God, Lars. Niet naar mijn eigen basis. Lars heeft er scheid aan. Maar waar is die andere? Ik kom die andere zoeken. Kill me niet. Oké? Okay. Lars! Kill me niet! Kill me niet! It's me! Oh, ik heb geen enk meer. Wachten! Niet bewegen! Blijven staan! Niet bewegen! Oeh! Yo, dit is niet meer grappig. Ja, maar waar is die andere naartoe? Mogen wij überhaupt van onze baas af of... Zo, ik heb die Lenny uitgekrakeld. Ja, nou zo zeker het wel geweest. Lars! Oh. Hou op! Man. Dat was Martien. Die mij pakte. Even gaan kijken naar die basis van jullie. Oh, en Plum is ook een roller. Met een roze mutsje op. Die staat nu bij de basis. Niki Lun, ik ben hier. Ik kom kijken. Maar voor mij is die ook echt niks aan het doen. Daar is die. Kappen. Lars. Zeg maar. Oh, het was Sharon. Sharon heeft ook een roze mutsje. Kijk, hier. Oké. Okay. Ja, dat is Sharon. Die gaat nu weg. Oh, hij is ook weg. Sorry Sharon, maar ik dacht dat je... Oeh, hier Lenny, Sharon. Ja, goed zo. Dan gaan we naar de basis, want nu is hij daar. Hallo, serieus. Ik vind het niet erg om gekild te worden, maar ik vind het wel fijn om mijn baas in ieder geval nog af te mogen. Ja, ga niet lopen... Kijk, ik wil die andere vinden. Campen bij de basis. Ik sta bij de basis, maar doe niks naar mee. Jij stond bij mijn basis, niet bij je eigen. Amai, ik zeg toch, ik sta bij jullie basis. Ik wilde die andere. Amai. Sta ik daar zo mooi te wachten, is het weer niet goed. Ben nu een keer flink. Ik ben Lenny in het plezier. Dood. Ja, pak hem. Inclusief Dagmar en ik zijn ook dood. Ja, maar jij was ook bij mijn basis dan. Ja, als ik bij mijn eigen basis de hele tijd gekild word en ik krijg een kans om weg te gaan, dan ga ik Ik kom weg. Erbij hoor. Ja? Yes. Oh, dan is Emplum er waarschijnlijk uitgegaan, want die zat vrij weinig te doen. Hoezo, daar komen. Ja, die... Oh, hij heeft echt niks gedaan. Oh, dan is hij, toen ik hem aanwees, triest. Toen hij verdween, is hij waarschijnlijk uit het spel gehaald. Zo triest. Heel jammer wat uit. Daarom. Ik heb dat ook wel eens gehad. Ja, oké. Oh, dan is het 3-4 telkens van ons. Met dus die Lenny erbij. Als die Lenny nog durft. Nee, die Lenny is misschien ook. Als die Lenny nog durft. Jongens, er is nog plekje. Chat, er is nog geen plekje. Oh, als je een van deze mensen in je vriendenlijst hebt staan... Oh, niet meer. Helaas. Maar als je een van deze mensen in je vriendenlijst hebt staan... Ga in de wachtrij. Oké, we gaan niet meer killen bij de basis, of het is als je er toevallig bij bent. Ja. We gaan niet gewoon daar staan om te killen. Let's go. Oké, wij zijn met z'n vieren. Oh, heerlijk. Bijna een hele lobby voor onszelf en kunnen levelen. Heerlijk. Hey!
Ik hoor splatoengeluiden in mijn oor van één van jullie. Dat was ook echt de klap en niet uit de tricks. Ik rol gewoon. Meer niet. Sorry, toch maar. Oh, doei, Lianne. Ik kan er niets aan doen. Oh, ik heb die ene poot staan. Oh, regen weer! Blijven staan! Het regent! Ja, goed hè? Ja, we gaan cadeautje van mij. Ja, heb ik geen probleem mee hoor. Vond ik wel mooi. Ja, heb je ervan genoten? Ja, maar liever blauwe regen. Dit is paars wat jullie zeggen. Doei, Jonet. Ja, maar liever blauwe regen. Ja, gele regen is inderdaad dat je denkt, wat is dit voor smis? Ja, dat kan niet Felix zijn. Pst, Jaran. Zullen we samen even verven? Ja, waar ben je? Hé, hallo. Dood door Lars. Oh, oké. Nou, bij de basis dus. Oh, Dagmar is ook dood, zie ik. Ja, dood door Lars. Ja, Lars die pakt ons echt, die is op jacht. Oh nee, dat was Lianne. Sorry. Ja, dat was ik. Nee, ik dacht dat je Kim was. Oh! Oké, ik ga weer dood op Lars zitten. Gas, hoe heet die nou? Gaspouw? Ja, die heb ik al een paar keer gefokt. Ik noem hem wel 29, want die naam... Sorry, Dagmar. Ik ga dan net zitten, heel dit achter elkaar. Maar ik had je wel gepakt. En het kleurt geel en het kleurt paars. Ja, dat doen we ook. Ik zag hier iemand lopen met paars en nu is het allemaal weer geel. Ja, maar het was of jij of... Lars, je zit met mijn basis. Ga weg. Ik kan hem beter van jou hebben, Annette, dan van Lars. Lars, weg bij die basis. Lars, ik kom geen eens meer de basis uit nu. Dan bleef ik gewoon staan bij de basis. Dan doe ik niks. Oké. Hier is alles nog geel. Sorry, Martina. Zo. Hoppatee. Ik hoef niet meer een stukje te doen, want ik had nog maar zo weinig... Ja, ik kwam niet meer van mijn basis af. Zo, 12 kills heeft hij. Wat heb ik nou weer voor iets gevonden? Ik ben... Splatoon! Is een heel leuk spelletje? Zeker. En door. Zit er eigenlijk iemand in de wachtrij nog? Ik heb eigenlijk... Oh, ben ik nou jouw... Ik ben een voetenbakje geworden. But I love you. Ja, het is goed met je. Die ene is volgens mij. Die zien we nooit meer terug. Zo'n plekje vrij. Zo. Oh, nummer 3 is erbij gekomen nu. Maar je is wel van even we gaan van 29 naar 3. Kunnen wij nooit een keer bij elkaar? We gaan het zien. Ja, maar ik zit niet bij jou. Oh, nee, inderdaad. Dan paars. Het is wel vaak paars geel, hè, wat we vandaag spelen. Ja, maar ik ben altijd paars. En ik altijd geel, terwijl ik bekend sta aan paars. Wat een lille kleur is paars. Oh, ik zit gelukkig nu bij Lars. Maar ja, nog ik steeds niet. Ik zat veel keer bij Lars. Ah. Godzakker. Sharon en Kindle! Die vind ik wel leuk! Ja, jullie liepen op toevallig onder die rol, hè? Nee, ik probeerde jou nog te killen. Ja, ik ook. Ja, maar ja. Maar je was iets te snel. Ja, kan gebeuren. Dat gebeurt niet vaak, hoor. Dat ik sneller ben. Hier, weer iets. Nu ben ik door Lianne gepakt. En ik had Lars ook meegenomen. Meertje zegt, ik vind het best lastig om met de roller te killen, maar met de roller verf is heel fijn. Ja, precies dat.
Ik weet nooit zo goed op welk moment je nou precies moet slaan ook. Ja, Lars geeft me alweer terug. Niet hoor, rollen doe ik. Ja, maar als je allebei rollend op elkaar afgaat, dan ga je, dan ben je alle twee dood. Ja, ben je alle twee dood. En met slaan heb je nog kans dat je het overleeft. Maar Tin, die vond ik niet leuk. Doei, Sharon. Doei, Annette. Ja, kom gewoon weer in mijn basis of wat niet af, jongen. Oh, ik kill iemand, maar ik word ook gekild, ja. Ja, doe maar. Zet je weer mijn basis? Ja, ik heb hier niet veel meer te doen. Ik ga deze hoekjes maar even doen dan, hè. Ja, maar dan kom ik maar weten. Oh, sorry, Annette. Mijn basis niet eens meer af, jongen. Ja, lang. We moeten niet gaan kampen bij een basis, dat is echt, dat is niet leuk. Laat het even gezellig houden voor alle teams. Oké, okay, die zit hier. Ik zit nu maar hoekjes te verven. Nou ja, joh. Martine. Ga maar... Annette, ik stop voor je houden zodat je je basis af kan. Dan kill je mij. Sorry. Moest wat. Oh, nou ben ik gepakt. Ja. Ik raak niet verder. Moest wat. Nou, ben ik gepakt. Sorry, Jokke. Nee, dat geeft het niet. Maar het is niet leuk als ik net echt... al net terug ben en dan alweer... Dag maar! Doei, Sharon. Sorry, Kim. Nou, ik heb nog een bommetje achter je af laten gaan nu. Ik heb toch nog wat kunnen doen. Zo, die map is geel, joh. Zo! Ja, ik kwam ook niet verder. Nee. Oh, je bent wel het beste van je team. Oh, en ik ben het slechtste van mijn team. Ik heb nog 3 kills gemaakt zelfs. Oké, okay, ik heb weer een nieuw effect. Oh, ik heb ook een nieuw effect. Op mijn schoenen. Maar ben ik als 3 er nu niet uitgaat, is het een diehard. Als die er nu niet uitgaat, gaan we ervoor zorgen dat die eruit gaat. Ja, ik weet niet. Zit er überhaupt nog iemand... Blijft. Ja, maar zit er iemand nog in de wachtrij? In de wachtrij? Want anders ga ik gewoon normaal potje spelen. Maar als we weten dat er nog iemand in de wachtrij zit, dan kunnen we met z'n allen op hem. Of met z'n allen op hem. Of haar kunnen. Dus zit er nog iemand te wachten? Miss Divi moet er gaan. En vroeg op. Succes morgen. En Miss Divi ook toppertje mod. Maar stream zelf ook. Dus check ook Miss Divi op Twitch. Slaap lekker. En slaap lekker. Ik denk dat dit voor mij ook het laatste potje is. Oké. Okay. Ja, voor mij ook, want ik moet morgen gewoon weer naar mijn werk. Zullen we dit dan gewoon... Ja, er zit ook niemand in de rij. Zullen we dit dan gewoon als algemeen laatste potje doen? Goed. Daar gaan we. All or nothing. Maar nu moeten we nog een keer tegen elkaar. Ja, weer paars. Ja. Ik dacht dat paars mijn ding was. Ja. Dus dat was mijn ding niet. Maar ik verlies alleen maar mijn paard. Dag maar wegwezen. Zo. Zo, wat streng ook. Soms moet je streng zijn. Dat is waar. Op een kinderdag verblijf moet je ook soms streng zijn. Nooit. Dat ik moet nooit streng zijn. Dag maar. Dat was niet dag maar. Dat was Lars. Hij is weer van water. Ja, ik wist het, er zat er hier een. Ik zag het niet. Maar ik zag wel hier en daar een beetje paars bewegen. Oh, ik ben net op die andere. Sorry, ik heb elkaar uitgeschakeld. Ja. Die is al sniks. Weg. Oh. Ja, we gaan inderdaad dezelfde weg terug naar de basis. Wacht.
gewoon niks met de verven. Kijk eens wat hier niks staat te doen. Jongen. Mag ik eventjes komen? Kan ik daarop? Nee, zeker? Drie staat niks te doen. Jammer, wel erop. Dan is het wel jammer dat er niet nog iemand in de wachtrij zat. Want anders hadden we straks een complete lobby voor onszelf gehad. Nou. Zo, sorry Annette. Ja, ik kilde elkaar. Dus... Ja, dag. Klopt. Ja. Gewoon ik heb het dag maar kilde elkaar. Ja. Dat was echt zo'n botsing. We zijn gewoon op moord uit. Maar wij spelen Team Rol speelt met z'n drieën nu. Want die drie die staat op zijn basis niks te doen. Ja, daar zijn we weer lekker mee. Ja, maar die willen killen, maar dat kan blijkbaar niet. Nee, als je echt nog op dat plateauotje staat, dan kan je er niet heen, dat klopt. Dat is jammer. Ik had hem nu wel willen killen. Oh, echt. Ja, dat snap ik. Lars. Maar hij heeft wel een roller. Hij is nu wel echt daadwerkelijk aan het verven. Nou, hij is wel aan het verven nu, dus dat scheelt. Zo, Lars en ik hebben elkaar gekild in de cooldown. Nou! Oké, nou, Paars heeft de tik gewonnen dit keer. Zie je, ik kan wel winnen met Paars. Zie ik je raden waar ik aan het verven was. En ik zat achteraan aan. Ik was mee aan het lopen. Nou, hoeveel punten heeft die drie? Ja, inderdaad nul. Jammer. Ik heb er drie gekild. Nou, ik ben in ieder geval wel geleveld vandaag, dus dat is top. Oh, net niet level 14. Oh, weer een nieuw effect. Ja hoor. En ik niet. Jongen. Meiden en Carl, dankjewel dat jullie Carl wilden. Graag gedaan. Was gezellig. En, was gezellig. Thanks als mods ook trouwens. Doeg. Zo. Oké. Ik heb drie denk ik weggepest. Oeps. Ja, het was vooral leuk geweest als er dan nog één iemand in de lobby had gezeten. Ja, we hadden nog dat wel één of twee potjes kunnen doen. Echt, en ook echt met een volle lobby. Dat was echt heel tof geweest. Ik heb nog één giveaway te gaan. En dat is voor 100 tickets. Ik zet nu wel het verkleedpartijtje uit. Vooral als iemand denkt, we gaan nog last minute verkleden. Want we gaan zo stoppen met streamen. Maar wie denkt, hey, ik heb wel zin om 100 tickets bijgeschreven te krijgen op mijn account. Check je saldo. Ja, daar zal het niet meer veel op staan. De hele lobby is één keer weg. Want wij gaan er alle 7 uit. En 3 worden natuurlijk uitgeschopt. Dus de hele lobby bestaat niet meer. Jij hebt nog 53 muntjes. Annette heeft er nog 84. Mert heeft er wel nog boven de 100. Rip de lobby. Ik start de giveaway. Je hebt 2 minuten de tijd. En dan gaan we tussendoor even wat moderators bedanken. Ho. Merry Christmas. Ik nog niet. Sorry. Ten eerste heb ik 2 nieuwe moderators erbij gekregen. Die waren al eventjes Discord mod, maar die zijn dus nu ook moderators geworden op Twitch. En dat zijn Sharontje en Lianne. Die streamen allebei niet, maar hartjes in de chat voor de duo moderators. Want ze doen het voor zowel Discord als met Twitch. Dus hartjes in de chat voor Sharon en Lianne. Je hoorde ze net ook allebei een call. Dus dat is leuk dat mijn nieuwste moderators allebei nu mee konden doen met de tweede editie van de moderators stream. Kijk, ik zie al hartjes. Vet lief. Dan hebben we nog 2 Discord moderators. Dat zijn Willy Lazy Lady. Die hoorde je net ook in call. Annette. En Matcha. En Matcha die is en mijn moderator op Discord. Maar ook mijn collega teamlid van Town of Plumbobs. Dus als je iets van Matcha wil zien. Want dan kan je dat altijd nog op het topforum checken. Want zij deelt daar soms haar Sims dingetjes. Maar ook hartjes in de chat voor Annette. En helemaal vanwege je donatie nog net. Dankjewel. En dan hebben we ook nog Twitch moderators. Ten eerste Bianca. Die streamt zelf niet, maar die heeft een YouTube kanaal. Dus check zeker haar YouTube kanaal. Ze heeft daar vlogs. Ze heeft daar soms ook van die knutselvideo's. Dus als je daarvan houdt, lekker kijken. Gooi ook hartjes in de chat voor al mijn Twitch mods. Nou, de andere moderators die allemaal... voor mee. De andere moderators die bij mij Twitch moderators zijn, streamen zelf ook. De eerste daarvan is Jill. Die was vanmiddag nog live, want zij streamde vandaag precies 1,5 jaar op Twitch. En zij is morgen maandag 26 juli weer live. Dus ik denk dat dat de eerste uit mijn rijtje is die als eerste weer live is. Dus klik erop en klik op het hartje. Ja, morgen ben ik niet live. Weet ik niet. Nee, weet ik niet. Morgen ben ik niet live. Nog even wat liefde, Kimpul Hart. Nog meer pitjes voor de mods. Dankjewel. Maar. Namens de 10 mods. Ja, namens... Ik kan het wel zeggen, niet namens de 10 mods.
namens de andere 9 zeg ik ook nog even dankjewel. Dan hebben we Miss Divi. Die streamt ook en is ook een mede-teamlid van Town of Plumbobs. Dus je kan haar zowel vinden op Twitch. Daar streamt ze de Sims. Ze heeft ook wel eens Planet Zoo gestreamd. Maar ze deelt ook Sims dingetjes op het forum van Town of Plumbobs. Dus check ook zeker haar kanaal en klik op het hartje. Dan hebben we Rosie. Die heeft even een pauze van Twitch. Maar die komt in augustus weer terug. Streamt ook Sims, Animal Crossing en allerlei andere dingetjes. Dus ook hartjes voor Rosie in de chat. Dan hebben we Jessie. Nou, die kent iedereen. Tessa Late Games. Wie is dat? Jessie? Wie is dat? Die ken ik niet. Streamt het meest Sims, maar op dit moment was haar laatste stream It Takes Two. Wat ze trouwens doet met mijn andere moderator. Chill. Dus dat is heel leuk. En natuurlijk, last but not least. Ben ik jouw mod? Ja, nog wel. Of heb je me nu iets te vertellen? Ja. Kim, ik heb jou iets te vertellen. Oh, vertel. Mag ik jouw mod blijven? Nou ja, jou kennen, hè? Je weet niet wat eruit komt. Ja, kijk. Het is eigenlijk vandaag mijn laatste dag als mod. Vanaf morgen ga ik door het leven als tweelingzusje. Nou, je bent sowieso mijn It Takes Two date. Ja, maar we zijn ook tweelingzusjes, dus... Mijn Vlaamse tweelingzusje, dames en heren. En mijn It Takes Two date. En mijn Twitch mod. En mijn mede-collega als moderator bij andere streamers. Ja? En ik ben ook haar Twitch mod. Ja, wij zijn multifunctioneel, zullen we het noemen. Ik wil wat weten. Als je wil weten wat Mipuki streamt, laten we even gaan kijken wat we nu in beeld krijgen. Dat ben ik niet hoor. Gewoon jezelf beginnen te lachen. Van alle clipjes die er zijn, jij staat bekend om je ballenbak. En wat komt er? Er komt een ballenbak clipje. Dus check zeker ook het kanaal van Mipuki. Die streamt zoals je kan zien ook Splatoon 2. Ze streamt ook de Sims. En ze is mijn It Takes Two date. Ja, top clipje echt. En daarom mensen, als je clipjes maakt, zorg dat je ze goed timed. Ik check altijd mijn eigen kanaal dat ik clipjes die per ongeluk gemaakt zijn ook weghaal. Omdat ja, met dit soort momenten dan wil je natuurlijk dat er een leuk clipje komt en niet een per ongeluk clipje. Samengevat hoe ik stream. Ja. Dat was de samenvatting. Ja, dat is Dagmar. Nee. Oké. Nou, voordat we gaan afsluiten, gaan we eerst even kijken wie er nog... Trekken. Mogen we weten wie dat er heeft gewonnen? Ja, we gaan eerst nog even kijken wie er 100 tickets bij krijgt. Als ik nu win... Heb je nou expres 3 gekozen? Ja, dan heb ik 50 tickets over. Ja, maar ik dacht misschien heb je expres 3 tickets ingezet vanwege die speler 3. Nee, dan heb ik 50 tickets over. Dat gaat mooi afronden vandaag. Oké. Nou, de mensen die hebben ingezet, het zijn er 90 keer. Dus Mipuki Games, Sharontje, Lianne, Willy Lazy Lady, Myrthe Elise, Marlena, Jesse, Voetbal Sims en Rosie Wozie. We gaan kijken wie er gewonnen heeft. En de winnaar komt in de chat. En dat is Marlena. Ja. Gefeliciteerd. Jij krijgt er tickets bij. Top. Jij hebt ook zo. Vraag je nu echt nog 100 tickets erbij? Die kan je ook gerust doneren aan een arme Twitch moderator van Kim. Mij. Marlena heeft 658 tickets. Ik heb er niet meer zoveel hoor. En die krijgt er nu 100 bij. En dan heeft ze dus 758. Heerlijk dit. En dan nog het laatste. Ja, kijk, als Kim slaapt zal ik gewoon even puntjes aanpassen. Ik zie dat er 14 bitjes gecheerd is. Voor 14 euro aan bitjes. Ik rond het af naar 20 euro. Dus elke mod krijgt of 200 bitjes of 2 euro overgemaakt. Met dank aan de kijkers die alle lieve bitjes hebben gedoneerd. En ik leg er nog een beetje bij. We hebben zelf gedoneerd. Nee, daar hebben ook kijkers gedoneerd. Maar inderdaad, de motjes hebben ook elkaar bitjes gegund. Dat vind ik ook heel lief. Maar, ja. Maar dat vind ik ook, ik vind het tof. Want vorige keer was het 1000 bitjes. Ja. En nu rond ik het af naar 2000 bitjes. Dus er zit groei in. Ja, maar de vorige keer heb ik ook niet willen geven. Omdat ik dacht, wat kreeg ze toch terug? Ja. Maar nu heb ik het gewoon gedaan. En dacht van, ja, maak het wat uit. Ja, dus elke streamende moderator krijgt in een toekomstige stream 200 bitjes overgemaakt. En de andere moderators neem ik nog contact mee op. Dus het komende jaar stream ik niet. Bel. Bel. We gaan weer daten. Oh, in ja. Page 2. Oh ja, sst. Oeh.
Myrthe vond het heel erg leuk. Marlena zegt, zal toch maar een keer een verkleedpartijtje kopen. Ja, oh, maar ik heb een heel goed idee, Marlena. Maar nu staat die toch niet meer aan. Nu ben ik hier niet meer. Als jij het nu een keer doet, wanneer dat ik in de chat zit, en dan mag je kopen. En dan ga ik zeggen, hey, dat vind ik leuk. But I love you. Ja, het is goed met je. Iedereen, bedankt voor het kijken. Ik weet niet wanneer ik weer live ben volgende week. Want ik had nu een weekje vakantie. Maar volgende week moet ik weer een paar dagen werken. Hou mijn Discord in de gaten. Volgende week wel sowieso video's op mijn kanaal. Dus dan op mijn YouTube kanaal. Dus dan zie je wel nog mij op je beeldscherm verschijnen. En je kan natuurlijk streams terugkijken ook op Twitch. Join mijn Discord. Zoals Lianne al heel netjes heeft gedeeld. Goeie mod, hè? Top mod. Ja, ik kan moeilijk, hè? Ja. Tot snel. Doei. Ik hier en dag maar weer op de eigen kanaal. Ja. Doei. Vanaf morgen is het gedaan met plezier. Doei.